mensen! Goedenavond allemaal. Welkom. Daar zijn we, jongens. Ik zou ook om 7 uur live gaan, maar Robin, ik ben eigenlijk heel vaak te vroeg. Ja, ik wil namelijk ook even wat quests gaan doen van Cora, die Cora. Dus ik dacht, als ik nou tot een uurtje of 7, 7:30 gewoon even squats ga doen, zero build squats, dan kunnen we daarna nog customs doen. En dan kan ik ook even wat quests doen, want dat wil ik heel graag. Maar goedenavond allemaal, hoe is het met iedereen? Ja, ik ben vaak een uur te vroeg, Jan-Willem. Jij kent mij, ja. Cindy wil een potje meedoen. Zo, stuurt gelijk een invite. Lekker hoor, stuur maar invites. Dan gaan we eerst gewoon even een paar keer squats doen met verschillende mensen. En dan gaan we later die andere dingen doen. Nog eventjes customs of zo. Goedenavond, Marcel. Leuk dat je even hallo zegt, Marcel. Ja, met mij gaat het ook goed, Marcel. Leuk, joh. Bedankt. Ik ben altijd tot een uur of 8:30, 9 uur live. Altijd hetzelfde. Als ik in de avond live ben, altijd tot een uur of 8:30, 9 uur. Dus ik ga geen mensen toevoegen. Als je hem al hebt, mag je een invite sturen. En als je mij nog niet hebt, ja, dan heb je even pech. Kan je straks meedoen als we customs gaan doen. Maar we gaan eerst eventjes dit doen. Geen party invite, Zakaria, maar een request to join moet je sturen. Yes, top. Oké, okay, super. Ja, jullie hebben blijkbaar allemaal de Cora skin, dus jullie kunnen me vast helpen hoe ik die moet krijgen. Ik heb het niet gespeeld. Het is vandaag voor het eerst weer dat ik het speel. Dus dat gaan we doen. Nee, Reza, ik ga niemand toevoegen. Ik heb genoeg mensen in mijn vriendenlijst, dus we gaan even lekker gewoon een paar potjes zo spelen. Ik ga straks misschien wel wisselen met andere mensen, maar eerst even die quest proberen te halen. Even kijken hoor, wat moet ik daarvoor doen? Emerge from water, collect mythic items. Als jullie dus een mythic wapen zien liggen, vertel het mij. Mantle, hurdle or slide. Nou, sliden kan sowieso. Hit the same player with a mythic and a non-mythic weapon. Oké, nou, dat moet eventjes wel lukken, toch? Hey, Cozy! Goedenavond. Ah, jij bent Zakaria, boy. Oké, top. Weet ik dat ook. Wel fijn dat alleen mensen meedoen die ook echt in de stream zitten. Vind ik altijd wel fijn. Top. Gaan we dat eens even proberen te halen. En ondertussen natuurlijk ook een winnetje proberen te fixen. Dus dat zou perfecte mundo zijn. Altijd vroeg? Ja, ik ben altijd vroeg, Robin. Is altijd beter, ja. Ik weet niet. Ik kan sowieso niet te laat zijn. Dat kan gewoon niet. Dat is geen optie. Maar te vroeg, ja. Ik weet niet. Ik vind dat altijd wel fijn. Dan zeg ik op Twitch ook altijd, ik ben er om 12 uur. En dan ben ik er vaak al om 11 uur. Vandaag zou ik om 1 uur op Twitch zijn en ik was er al om 11:30. Ja, vind ik fijn. Ja. Kan ik in ieder geval nooit te laat zijn. Dus dat is het plan. Daar gaan we, jongens. Eerste potje van de avond. En voor mij weer het eerste potje sinds zondag. En het is nu woensdag. Ja. We gaan het zien. Ik speel niet zo heel veel Fortnite buiten stream om. Eigenlijk helemaal niet. Dus vandaar dat ik niet zoveel dingen al geunlocked heb. Ja, maar je kan straks meedoen, Reza. We gaan straks vanaf een uur of 7:30, 8 uur gaan we customs doen. En dan kan je gewoon meedoen. Even kijken hoor, deze wil ik. Daarom spelen we ook customs, dan kan iedereen meedoen. Dat doen we altijd. Hey Miranda, goedenavond. Dat dus, Reza, wat ik net zeg. Customs kun je altijd meedoen. Ja, dan kunnen we echt met 100 man Battle Royale doen. Is altijd superleuk. Even kijken, ik moet naar het water, dus het lijkt me handig dat we even kijken waar we kunnen landen. Misschien Classy? Dan kan ik vanuit Classy naar het water gaan. Lijkt me handig. Ja, laten we even een potje winnen, Jan-Willem. Maar ik wil ook heel graag de quests completen, dus dat is voor mij even meer prioriteit dan winnen. Ik wil gewoon heel graag alles hebben. Dat zeg ik net, lieve Reza. Hé, je moet wel luisteren, Reza. Tot een uur of 8:30, 9 uur ga ik altijd live in de avond. Dat is echt superleuk. Ja, dat is zeker leuk, buurvrouw. We gaan ons best weer doen vanavond. Komt helemaal goed, yes. Het komt altijd goed als ik met jullie ben, toch? Oké, okay, we gaan eerst even naar Classy. Kan ik daarna het water in duiken? Ik denk dat dat natuurlijk vanwege het waterbend is, wat we moeten doen. Ja, ik heb er ook zin in, Reza. We gaan er een superlekker avondje van maken. Gezellig, lekker chill. Op YouTube is het ook altijd een beetje rustig. Hoeven we niet gek te worden van de chat. Komt helemaal goed. Oh, we zijn helaas niet de enige. Misschien kan ik beter gelijk het water induiken. Heb ik dat gehad? Nee, Davy, pak eerst een wapen. Oscar, hey, goedenavond, Oscar. Hoe is het, jongen? Ja, als ik even een wapentje pak.
Kan ik daarna het water in duiken? Zo, dit scheelde heel weinig, Davy. Dat is niet fijn. Maar goed. Ook al is het niet fijn, toch hebben we hem. Ik denk niet dat hij de enige was hier. Maar volgens mij zijn de anderen bij Cindy. En bij Zakaria. Bij top. Dan ga ik zo eerst even lekker het water induiken. Hey Brandon, goedenavond jongen. Jij gaat even je pasta opwarmen, moet ook gebeuren Reza. Eet smakelijk ook hè. Lekker hoor, pasta. Hasta la pasta. Wij hebben risotto gegeten. Dat eet ik eigenlijk nooit. Ik vond het op zich wel lekker. Was wel voor herhaling vatbaar. Ik weet niet wat ik met dat kaartje moet, maar... Oh, dat is een waterbending mythic. Oh, oké. Oké. Maar dat is denk ik nu nog niet. Ik ga eerst wel even het water in. Dan heb ik dat gehad. Dan kan ik daarna die andere doen. Want volgens mij moet die waterquest als eerst. Kan ik hier het water in? Ja, dat denk ik wel. Wel fijn. Iedereen weet al wat we moeten doen. Doen jullie lekker je ding? Ik ga eventjes daarheen. Ik weet niet of daar mensen zijn. Ik hoop het niet. Oh, er zijn die mensen. Rip. Oké, ik hoef nu alleen maar het water in te duiken, neem ik aan. Ja, oké, top. Die is gelukt. Super. Nieuw loading screen. Yay, lekker. Lekker. Top. En dat is de mythic. Ja, ik zie het. De waterbending mythic. Search a chest and ammo box. Ja, maar dat is niet voor de quest. Lekker. Ik zag hier trouwens nog slurpees. Voor degene die nodig hebben. Hey, coole panda. Goedenavond. Jij ook van de partij. Gezellig. Je gaat even voetballen. Is goed, Marcel. Tot later, jongen. En veel plezier met voetballen. Risotti met champignons. Nee, Menno. Ik heb... Het was tomaat. Er zaten cherry tomaatjes bij. En een beetje tomatensausachtig. En gewoon groenten. En wat ja, een beetje sla, wat je er als laatste overheen doet. En wat nootjes. Ja, was lekker. Was echt lekker. Jurg vond het ook lekker. Ik had wel naanbrood erbij. Naanbrood vind ik sowieso echt lekker. Kom eraan hoor, jongens. Ik zie nu alleen niet welke quest ik moet doen, maar... Dat zie ik zo wel, denk ik. Ik ben gewoon squats aan het doen, panda. Ik wil de quest van Korra wil ik unlocken. Ik wil die skin... En straks om een uurtje of 7:30 gaan we customs doen. Ja? Het allereerste potje is dit, Jens. We zijn net live. Letterlijk net. Ja, ik heb er wel van genoten, Reza. Ja, Jurg vond het ook lekker, dus dat is ook belangrijk. Ja, was top. Is oorspronkelijk van India. Oh, dat zou kunnen, Reza. Weet ik eigenlijk niet. Weet ik niet. Nee. Oh, je bent dood, Reza. Oh, dat is minder. Nou, kan je even rustig eten? Ga je daarna weer een nieuw potje starten? Even kijken, hoor. Collect mythic items. Ja, dat is nu mijn volgende quest. Dus mochten jullie mythic zien, let me know. Naanbrood. Oh, naanbrood. Ja, volgens mij wel inderdaad, Reza. Ja, naanbrood wel. Ik dacht dat je de risotto bedoelde. Ik denk dat risotto misschien eerder Italiaans is of zo. I don't know. Nou, ik weet niet of we hier mythics gaan vinden. Eigenlijk moeten we daarvoor natuurlijk zo'n bos gaan doen. Dat zou ideaal zijn. Ken je mij nog, Brandon? Ik vind dat altijd zo'n mooie vraag, Brandon. Vraag je dat ook aan de mensen op straat? Als je de buurvrouw tegenkomt, ken je mij nog? Maar goedenavond, Brandon.
Ja, squats met mensen uit mijn vriendenlijst. Ik ga niemand toevoegen, want we gaan straks customs doen. En dat scheelt weer lekker tijd. Wil je een gouden drumgun? Nee. Nee. Ik vind deze Warforged vind ik fijner. Maar thanks voor het aanbod, lief. Ik heb wel shotgun kogels nodig, maar... die vind ik vanzelf wel. Maar ken je mij nog, Brandon? Zo, ik rij even alle muren eruit. En ik zet de auto vast klaar. Nee, je kan het maar gehad hebben. Oh, top. Shotgun kogels. Lekker, Zakaria. Dankjewel, man. Hoppetje. Nou, er staan hier altijd heel veel van die SUV's. Dus die kunnen we sowieso al pakken. Yes. Hey, Shu! Shu Bodemus! Hoe is het met Shu vanavond? Een tijdje geleden dat ik jou gesproken heb, meisje. Gaat het goed met jou? Kan je een keertje met Jaycee spelen? Ja, heb ik gedaan, Brandon. Daar is een YouTube-video van, hè? Maar ja, hij heeft het natuurlijk heel druk. Dus het is niet zo dat we elkaar elke dag zien of spreken of Fortnite spelen. Ik denk dat hij sowieso op het moment niet zo heel veel Fortnite speelt. Ik zie hem ook niet zoveel live meer op TikTok. Maar we appen regelmatig. Maar mochten we een keer tijd hebben, dan lijkt me dat ook wel leuk. Maar voorlopig gaat het hem niet worden, denk ik. Ik denk dat we alles wel een beetje gehad hebben. Ik denk dat we weer lekker moeten gaan roteren. Top, dankjewel Cindy. Dankjewel, dankjewel. Ik heb nu al 31 hoor, het is goed zo. Ik kan in ieder geval wat killen. Dan zullen we de auto pakken die we daar hebben neergezet? Gaan we even kijken of we wat mensen kunnen killen met Mythics? Zou top zijn. Je hebt Helldivers 2 gekocht. Nee, Shu! Heeft Menno iets tegen jou gezegd of niet? Potverdorie, Shu. Ik wil het ook. Ik twijfel zo erg, Shu. Ik heb het niet nodig op dit moment, want ik zit nog in Dragon's Dogma 2, maar... Ah! Maak het me nou niet zo lastig, Shu. Menno is er ook, toch? Wat heb jij ervoor betaald, Shu? €25, dan koop ik het. €25. Stuur mij linkje met €25 key en ik ga kopen. Hey Hester, goedenavond. Hoe duur is het? Ja, €25, panda. Nou, ik denk 30. Ik denk duurder dan 25. Verdorie. Jij gaat zo ook Fortnite spelen. Leuk, Brandon. Misschien kunnen we straks met customs samen. Als je wil. Straks gaan we customs doen. Ik ga even die Korra skin unlocken. En dan kunnen we samen als je wil. Kunnen we met iedereen. Kijk, zij hebben al die skins al, joh. Iedereen heeft hem al. Ik ben de enige die hem niet heeft. Ah, leuk, Brandon. Gaan we doen straks. Jij speelt momenteel ook Fortnite. Nee, hier zou je eerst je pasta opeten, Reza. Eerst rustig eten. Ik heb al een lekker koffietje. Heerlijk. Nu moet je ook kopen. Ja, als jij mij een key kan sturen van €25, Shu, dan ga ik hem kopen. Deal. Maar ik wil er niet meer aan uitgeven. Ik ken mezelf. Straks speel ik het weer 3 keer. Heb ik het weer voor Jan Doedel gekocht. Ik heb vandaag South Park gespeeld. En leuk, maar niet episch. Heb ik ook €25 aan uitgegeven. Dus ja, ik ken mezelf. Ga ik het straks weer niet spelen. Oh, wat vet, joh. Kijk me even waterbenden. Hoppa, die quest heb ik ook. Met Mythic en zonder Mythic. Baby. Laat mij hem, laat mij hem, laat mij hem, laat mij hem. Please, laat mij hem. Nee, 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 nee. Ah. Man, weer niet. Ik wilde deze. Godverdorie. Zo jammer, ik kan beter solo spelen, jongens. Ga gewoon solo spelen. Yes, level up. Ik heb nog wel even een andere shotgun nodig. Ja, ik heb South Park gekocht. Ik dacht dat die vetter zou zijn. Maar ik vond hem niet episch.
Nee. Ik had verwacht dat het ook leuker zou zijn qua combat. Maar ja, dat is het eigenlijk niet. Oké, die mythic heb ik nu niet meer nodig. Maar wacht, als ik nou die mythic gewoon 4 keer opraap, werkt dat ook? En nu nog 1 keer. Nee, dat werkt niet. Dat vind ik jammer. Dat vind ik jammer. Dankjewel, Jan-Willem, voor de shotgun. Toppertje, jongen. Dankjewel, dankjewel. Oeh, de pump. Nou, ik ga toch liever voor mijn wapentje. Oké, laten we meer enemies zoeken, jongens. Yes, meer enemies. Jeetje, wat een scheidgun is dit. Waarom gaat hij zo snel naar boven? Dat heb ik normaal nooit met deze. Maar goed, we hebben ze. Had je van dat geld maar helduivers gekocht? Gaan we zo doen, Shu. Hey. Gezellig dat je er bent, Shu. Godverdorie. Ja, dat had ik inderdaad beter kunnen doen, Shu. Maar je kunt je geld maar 1 keer uitgeven. Ik heb nu al South Park gekocht, dus ja. Rip, zei de kip. Godverdorie. Is niet fijn, jongens. Even kijken. De storm komt. Mental hurdle or sliding. Oké, dat ben ik nu aan het doen. Oké, 15. Kijk hoeveel kills ik heb. Ja, ik geloof je, jongen. Je hebt er 9. Hartstikke mooi, man. Nou, dat schiet ook niet echt op. Wat moet ik nog meer doen? Damage opponents. Ja. Ja. Maar ja, met al die steel kills wordt het lastig natuurlijk, hè? Potverdorie, joh. Hey, Mason. Lekker vroeg, hè? Altijd, Mason. Altijd. South Park kan ook multiplayer. Ja, koop South Park, man. Ook kunnen we het samen doen. Iedereen kocht Helldivers. Nee, Shu heeft Helldivers al gekocht. De hele chat zo meteen aan Helldivers 2 en Davian South Park. Hé, hey, gaan we zo doen, Shu. Kopen jullie even Helldivers 2 van mij? Hè? Ga ik ook meedoen. En je kan South Park ook niet meer verkopen. Ik bedoel, ja, die key heb ik al gebruikt, dus... Helaas. Zo werkt het niet. Waren we hier al geweest? Staat hier wel nog een auto? Einsteigen, bitte. Oh, ik zie een bounty. Laten we naar de bounty gaan. Die heeft vast een mythic. Helldivers 2 kost 40 euro. Ja, als je hem op Steam koopt, Panda. Maar ik denk dat ik hem wel iets goedkoper kan krijgen met een key op een website. Maar ja, ik vind 30 vind ik eigenlijk nog te veel. Ik wil max 25 uitgeven, maar daar heb je hem denk ik niet voor. Zitten ze gewoon in de auto? Meen je? Oké, uitstijgen. Nou ja, zeg. En medaille ook gewoon. Er zat gewoon iemand Loki in de auto te campen. Wel dikke Lambo, man. Damn. Damn. Oké, dat was de medaille. Die hebben we nu. Is dat een mythic? Thunder is een mythic, toch? Dacht ik. Dus als het goed is, is dat mijn tweede. Nee, 1. Nee, het is geen mythic. Jammer. Jammer. Als de game het waard is, zou ik hem zeker kopen. Ja, de game is het wel waard, denk ik, Reza. Maar... Moet even kijken. Moet even kijken. Ik had niet verwacht. Ik vroeg nog aan mijn ouders of we 6:30 konden eten. Zodat ik om 7 uur op tijd was. Ja. Ik ben altijd te vroeg, meester. Maar we gaan customs echt pas om 7:30 of zo doen. Dus je hebt tijd zat, joh. Komt goed, man.
Ja, vandaag customs. Ja, ik ga eerst even de quest van Cora proberen te halen. Als ik die heb, dan wil ik zeker customs doen. Zeker. Heeft hij een mythic? Heeft hij een mythic? Nee. Oeh, wel mijn lievelings. Oh, lekker, Davy. Heeft hij een mythic? Nee, wel de storm. Stormpje komt eraan. Kunnen jullie in de auto stappen? Oh, jullie zijn er al. Hier. Ik jeet je uit storm, Jan Willem. Oh, die heeft hij ook al. Lekker. Poseidon. En nog een bordje. Daar is nog een bordje boven. Hi-ha-ho. Kroontje! Kroontje! Hey! Oh, Jan Willem, dankjewel, dankjewel, dankjewel voor het kroontje, Jan Willem. Oh, lekker man. Er ligt nog een kroontje hierboven. Ja, ik heb al. Laten we gaan, jongens. Er zijn nog maar 2 mensen. Nou, dan moet ik echt 4 potjes gaan doen, joh, voor 4 mythics. Jeetje. Ja, nadat ik core heb gehaald, gaan we customs doen. Ja, is goed, Mason. Douchen, eet ze. Tot later, jongen. En eet smakelijk, hè. Jeetje, winnen we nog met een kroontje ook, joh. Dat had ik niet verwacht. Nou, op zoek naar de laatste 2 enemies. Easy peasy. De cirkel is nog best groot. Auto is wel een beetje gaar, jongens. Ik denk dat we de auto wel moeten achterlaten. Als jullie de enemy zien, tag hem maar. En dan kunnen we hem allemaal pakken. Nog 13 mensen. Oeh, lekker bezig, Reza. Hey Brandon, je bent er weer. Ga je dat de hele tijd typen, Brandon? Dat je weer weggaat. Dat je er weer bent. Dat je weer weggaat. Dat je er weer bent. Mooi altijd, hè? Oké, nu wordt de cirkel eindelijk een beetje klein. Kans dat we ze gaan zien. Ja, het is nog maar 1 team van 2 mensen. Ja. Ja, daar zijn ze. Ja, ik zie ze. Ik ga gewoon mijn mythic gooien. Thunder! Dan moet ze Matty hier ook in de buurt zijn. Bush kapot! Alles kapot! Ah, hij zit daarboven. Daar zo! Lekker, jongens. GG! GG! Pa, 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 pa. Pa, pa, pa. Hé,
Hey, gaan we even terug naar de lobby. Nee, speel ik niet, Brandon. Ik heb toch gezegd wat we gaan doen, jongetje. We gaan Cora halen. En we zijn level up. Oké, welke quest moet ik nu doen? Nog steeds mythic items. Ja, daar heb ik wel 4 potjes voor nodig, joh. Oké, dat sliden is easy. Ik moet echt veel meer opponents damagen, jongens. Willen jullie alsjeblieft mij ook damage laten doen? Want ik heb echt 2000 damage nodig. En in 1 potje heb ik maar 477. Nou ja, op zich heb ik toch wel 3 potjes nog nodig. Maar dan moet ik nog wel iets meer damage doen. Anders heb ik nog meer dan 4 potjes nodig. Dan wordt het wel een lange avond. Ik heb track quest aanstaan. Dan weet ik welke missies ik moet doen. Oh, handig, Jan-Willem. Maar jij hebt hem al, toch? Hey, Jay Rich! Goedenavond, schat. Hoe is het met de leukste en de liefste? En je mooie blauwe naam. Ik kan trouwens vanavond kan ik weer 5 mensen een suppie geven. Zullen we dat eens gaan doen, jongens? Zijn er mensen die een abonnementje willen van mij? Dan kan je alle emotes gebruiken die we hebben. Alle emotes. Kijk, deze. Kan je allemaal gebruiken dan, hé? Oh, dat is leuk, hè? Ja, Team Cora met een marshmallow. Ja, sure. Als het echt moet, hè, Reza? Ja, dan ga ik die eens even weggeven dan. Even kijken, hoor. Membership. Aloha, Jay Rich. Even kijken. 5 gifted. Lekker, jongens. Daar komt-ie. Daar komt-ie. Nou, het is random, Reza. Het is niet bewust aan iemand. Random wordt het uitgedeeld. Mason heeft er een gekregen. Toedeltje heeft er een gekregen. Joanna. En Dian. En Annette. Yay, Annette is ook moderator. Wat leuk. Nou, gefeliciteerd, jongens. Cindy, wil je ready gaan, alsjeblieft? Gefeliciteerd, hè. Dan komt zo meteen de alert, denk ik, met het muziekje erbij. Dat duurt altijd even. Daar zijn ze. You're the best. La 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 la. En dat 5 keer, hè? Oké, nummertje 2. Ik ben de beste. En nog 3 keer. You're the best. You're the best. En nog 2 keer. Nee? Niet meer? Hoe dan? Hij doet het niet meer. Gekkigheid. Even kijken. Headshot an opponent with an assault rifle. Ja, dat moet wel lukken vandaag. Oké, water hebben we gehad, dus het maakt niet zo heel veel uit waar we naartoe gaan. Zullen we naar de underworld? Daar is het lekker druk, want er gaat de bus overheen. Kunnen we lekker veel mensen damage doen. Moeten we niet doodgaan, hè? We moeten niet doodgaan, jongens. We gaan naar een pittig druk gebied. Maar dan hebben we meer kills. You're the best. You're the best around. Zo, goede echo wel, hoor. Oké, jongens. Don't die. En op zoek naar mythic weapons. Als je die airbender ziet, let me know. Hey, Anouk. Goedenavond. Graag gedaan, lieve toedeltje. Alles voor onze Nathalie, hè. Kan je weer een maandje genieten van de emotes. Enjoy, enjoy. Nou, ik ga gelijk hierheen. Hé, hey, als we die bos pakken. Nou ja, het is niet dat je daar per se een mythic van krijgt natuurlijk. Dit is mijn plekje, dit is mijn plekje. Opbokken. Oh, ik heb gelijk aan een shotgun. Dat is wel fijn. Dat is wel fijn. Ik heb jou eerder dan mij. Dan ik. Oh, shockwave. Lekker, Davy. Ik heb nog 6 kogels.
Ik moet damage doen. Waar zijn de enemietjes? Oh, lekker Zakaria. You're the best around. Minis. Laat wat voor mij over, Zakaria. Ik moet damage doen. Ik moet heel veel damage doen. Niet iedereen doodmaken, alsjeblieft. Ik zie geen enemies. Als jullie enemies zien... Gimme. Gimme a target. Ja, ik hoor iemand. Ik kom eraan. Ah, shit. Jeetje, Davy. Niet schieten, jongens. Laat de enemies leven. Jeetje. My god. Hé, hey, is dat een mythic? Nee, is geen mythic. Briefing accepted. Ja, nu heb ik er niet zoveel meer aan. Nu kan ik maar twee keer. Maar thanks, Zakaria. Dankjewel, jongen. Dankjewel. Je moet natuurlijk altijd op jezelf ook letten. Als je doodgaat, moet je natuurlijk wel schieten. Ja, ik kom eraan. Ik kom eraan. Ik kom eraan. Maar ik kan maar op één plek tegelijk zijn, jongens. Rustig. Liedje blijft in je hoofd zitten. You're the best around. Je bent de beste, Reza. Wordt gewoon even gezegd tegen je. Hé, hey, ik ben hem kwijt. Ah, hier is hij. Toch? Oh, ik heb damage gekregen. Ik zie hem niet meer. Ik ben mijn shotgun kwijt. Nou, dit werkt niet, jongens. Dit werkt voor geen meter. Ja, ik word aan alle kanten getagd. Dan tagt iemand hier, dan tagt iemand daar. Ik weet het niet meer. Die muziek ook, joh. Helemaal gekkigheid. Jan Willem heeft er een, ja. Dankjewel. 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 Ik hoor nog iemand, of niet? Lijkt maar zo. Ja, ik hoor voetstappen. Mag ik hem? Mag ik hem? Zakaria, mag ik hem? Mag ik hem? Ja, dankjewel, dankjewel, dankjewel. Lekker. Thanks dat ik hem mocht. Ja, jij moet nog shielden, Zakaria. Neem shield, jongen. Ik had ook ergens minis gezien, maar... Ik weet niet waar meer. Ja, gefeliciteerd iedereen die een subje heeft gekregen. Mason, Doodeltje, Joanna, Dian en Annette. Zullen wij de bos gaan doen? Zullen we de bos gaan doen? I-A-O. Hoi! Als je stil blijft staan, doen ze bijna geen damage. Heb ik gehoord, heb ik gelezen, heb ik gezien. Gewoon lekker stil blijven staan. Jana! Goedemorgen, Jana! Ga je vanavond ook meedoen, Jana? Zullen wij vanavond een potje samen doen, Jana? Boom! Lekker, jongens. GG. Lekker, lekker, lekker. Het is Kliotje van TikTok. Ah, Milan heet jij. Nou, weet ik gelijk hoe je heet, joh. Wat handig. Goedenavond, Milan. Welkom. Mijn naam is Davy. We hebben een date vanavond. Jij, Jana, of... Oh, wij. Wij, yes. Ik heb een date. Niet te veel van verwacht. Ik heb al dagen niet gespeeld. We kunnen gewoon squads doen, Jana. Ik doe twee potjes met deze mensen. En dan doen wij zo... Nou ja, met squad nog twee potjes. Ik moet die Korra quest doen. Die moet jij vast ook. Oh, lekker. Thanks, Zakaria. Maar je verleert het niet, Jana. Het is net zwemmen, hè? Of fietsen. Kun jij. Badada. Bada. Oh, we hebben hier een auto, jongens. Ik hoor iemand.
Oh, wacht. Oh, Zakaria, jongetje. Please, laat mij ook damage doen. Het zijn allemaal bots die we hier toch tegenkomen. Allemaal niet boeiend. Yes, hoeveel heb ik er al? Ja, nu heb ik het bijna. Dankzij jullie, jongens. Dankzij jullie heb ik nu bijna de 2000. Ja, dat is perfect. Gaan we dit potje halen. Alleen nog een beetje sliden. En mythic weapons vinden. Dan heb ik hem al. Lekker. Je moet nog updaten, Cozy. Ga jij eens even lekker updaten dan. Hé. Hey. Ik moet denk ik nog alles. Net nog een update gedaan. Dus geen idee wat nieuw is. Ik begin net. Dit is mijn tweede potje Yana. En ik heb hem al bijna. Het is niet moeilijk. Het is best wel makkelijk, die Korra skin. Je hoeft eigenlijk alleen maar in het water te duiken. Kills te maken met een mythic en zonder mythic. En nu moet ik sliden en mythic wapens vinden. En dan heb ik hem al. Nou ja, dan moet ik de volgende pagina nog maar. De eerste pagina is wel easy. De quest is voor Korra, voor de skin. Ah, zo lief. Dankjewel, Milan. Dankjewel, Milan. Vind ik lief, jongen. Hoppetje. Oh, hier staat ook een auto. Kunnen we eventueel ook pakken. Ik vind de auto's dit seizoen wel echt heel fijn. Oh, er staat trouwens ook een dingetje achter, denk ik. Slurpees. Oh, kistje. Drumgun. Nee, bedankt. Enemies? Ja, ik kom eraan. Ik wilde de auto pakken, maar laat maar. Ja, ik ga. Dankjewel, Jan-Willem. Oh, het is toch te ver weg. Ik moet dichterbij. Oh, maak niet alles dood. Deze moet ik hebben. Ja, yes. Die heb ik helemaal gekild. Oh, deze allemaal niet. Jammer. Deze waren echt easy. Ik moet denk ik nog 2 of 3 kills. Dan heb ik hem. Daar op de berg. Ik ga kijken. Hey, S-Vink, goedenavond. Ik ga customs als ik de Korra skin heb gehaald, Brandon. Zei ik net al, jongetje. Heb ik al gezegd, hè? Ja, eerste pagina is easy. Ik weet niet wat de tweede pagina is, maar... Ik had ook al easy de damage kunnen hebben, maar... Ik had beter solo kunnen spelen, denk ik. Oh, die ben ik wel blij mee. Ik moet even shielden. Oeh, Zakaria, jongen. Aspect of Siphon. Restore vitality. Wat een toppetje, man. Wat een toppetje. Helaas geen mythics. Nee. Ja, die Zakaria kan je er wel bij hebben, hoor. Ik denk dat ik die damage al bijna heb. Oh, toch niet. Oh, het moet voor de tweede stormcirkel. En het is nu al te laat. We zitten al bij de volgende. Dus die damage kan pas weer een volgend potje. Ik kan nog wel een mythic gaan halen. Een mythic ergens vandaan sleuren. Dat zou nog wel kunnen. Anna, goedenavond. Welkom. Je vindt de tweede pagina veel mooier. Moeilijker bedoel je. Hey, Thunderbolt had ik net gepakt. Maar die heb ik niet gekregen als mythic. Zo ga je wegrennen, vriend. Snap je toch niet? Tenminste, ik snap het niet. Ja, ik zie dat er nog eentje is. Ik moet even reloaden. Dan hebben we hem. Yes. Yes, oké. Okay. Reviven.
Hé, waarom revive ik niet mee? Oké, Jan-Willem. Ik heb medkitjes voor jullie. Lekker, jongens. Er ligt hier trouwens ook een medkit nog. Maar jullie hebben al. Oké, super. Super! Ah, dat is mijn naam zoals hier. Sigrid, hey, goeie avond, meisje. Hoe is het, Sigrid? Lekker bezig. Zo, gekkigheid, joh. Even kijken als ik deze Thunderbolt oppak. Ja, nu heb ik wel twee mythics. Wat raar. Alsof ik er maar één per potje mag of zo. Weird. Weird. Nou ja, ik heb nu twee mythics. Twee potjes. Dus nog twee potjes. Ja, blijkbaar dan niet, coole panda. Want ja, ik heb er al eens gehad. Ik heb al een medaille. Ik wil er niet twee, joh. Dan, ik wil jullie ook wat gunnen. Niet alles aan mij geven, vriendelijke vrienden. Pak zelf, Zakaria. Mag. Ik ben niet degene die alles hoeft, toch? We zijn samen, squad, hè. Wij zijn een team. Oh, Cindy, hier ligt een shield voor je. Als je wil. Yes, enemies. Met mij gaat goed, Sigrid. Ja, gaat heel goed. En hoe is het met jou? Nog even wat werken achter de laptop. Op dit tijdstip nog, joh. Succes, Sigrid. Wel lekker bezig. Ah, Davy, je raakt echt letterlijk helemaal niks. Ah, hij is ook al neer. En die ook. Jeetje. Paardenscheetje. Jeetje, paardenscheetje. Ja, shield ligt hier ook nog voor iemand. Misschien voor Zakaria of Jan-Willem. Lekker, jongens. Hey, Bianca. Goedenavond deze avond. Ja, ik speel op de PlayStation, Reza. En ik heet inderdaad Davy. Zo noemen ze mij. Ja. Even gekeken wat er nieuw is. Makkelijk te maken. Ja, het is super easy, Jana. En je krijgt gewoon gratis skin, hè? Dus waarom zou je het niet doen? Ik heb die eerste pagina nu bijna. Oeh, is dit ook een mythic? Dit is ook een mythic, volgens mij. Ja, dit is mijn derde mythic. Nu hoef ik er nog maar één. Oké, okay, chill. Ik pak wel even mijn wapen terug. Oké, okay, nu hoef ik nog maar één potje. En dan heb ik die eerste pagina. Ik zie nergens die quest. Ja, het is gewoon Korra. Als je zeg maar bij je skins kijkt van de Battle Pass... dan heb je daarnaast nog een tapje met bonus skins. En daarnaast heb je een tapje met Korra. Alleen daarvoor moet je allemaal quests doen. Ik ben het hele paasweekend bijna ziek geweest. Ik ben nu ongeveer beter, alleen nog heel moe. Ah, rustig aan, Anne. En beterschap. Ben jij al klaar, Jana, om mee te doen? Of moet je nog eten of iets? Anders kun je het volgende potje joinen, als je wil. Hey, Misty. Goedenavond. Welkom. Ja, ga het even kijken, Reza. Ja, als het goed is, als je Fortnite opstart en je hebt het geüpdate, dan zie je het gewoon staan. Easy peasy. Nou, er zijn nog 14 mensen. En nog 5 teams. Nou, ah. We hebben wel een kroontje. Dat is wel chillos. I was born ready. Lekker, Jana. Dan mag jij het volgende potje joinen. Ik doe nu al 2 potjes met dit team. Dan kunnen we wisselen. Als er meer mensen zijn die mee willen doen en mij al hebben toegevoegd. Let me know. Volgens mij is hij al dood. Hoe dan? Niet door mij.
Hebben ze iets met die Warforged Assault Rifle gedaan? Ik vind hem niet meer zo lekker schieten, joh. Hey Brandon, ga je nou elke keer zeggen ik ben er weer? Hoeft niet hoor, Brandon. Hoeft echt niet, jongen. Goedenavond, SV. De man van het t-shirt. We gaan het weekend fixen, SV. Gaan we je t-shirt in orde maken. Wat slecht, Davy. Oh, ze zijn al meer. Gaat ook weer zo snel, hè? Voor nog meer mensen. Oh, daar. Heel team. Ik vind het echt een piswapen geworden, jongen. Die recoil, niet normaal. Ah, hij is alweer neer. Echt, jongens. In squads, je krijgt gewoon geen tijd om iemand te killen. Het is al dood voordat je er bent. Echt snel zijn. Ook al dood. Al mijn kills gestolen gewoon, joh. Rip, zei de kip. Holy moly. Lekker. Nog vier mensen. Ah, dit wordt gewoon weer een win. Waar moest ik kijken? Gewoon bij de skins? Waar je normaal bij de Battle Pass kijkt. Gewoon bij de Battle Pass. Dat wat ik net zeg, Reza. Bij de Battle Pass, skins. Je kan ook gewoon bij quests kijken, want het is een quest. Gewoon waar het altijd staat. Ja, ik ben niet bij mijn team, dus die laatste paar kills ga ik waarschijnlijk weer te laat voor zijn. Is goed, Roxanne. Duurt nog wel even, hoor. Het zal wel echt pas 19:30 of zo worden. Ik denk dat ik nog 2 potjes ga doen en dan moeten we hem wel hebben. Yes, lekker jongens. GG. Wat een verschil is het, hè? Of je gewoon unranked doet of ranked. Ranked is zoveel moeilijker. Hier zit denk ik alleen maar 80% bots in. Bijna ieder potje win je gewoon. Oké, even kijken bij de Battle Pass. Kijk, hier staat het. Korra. Heel makkelijk. Ja, echt een Jan-Willem. Het is gewoon bijna niet leuk meer. Ik vind ranked echt oprecht veel leuker dan dit. Je kan het alleen zien bij de quest als je de Battle Pass hebt. Ah, oké. Bij mij staat die op slot. Ja, je moet de quests ook doen, Reza. Bij mij staat het ook op slot. Want ik moet de quests nog doen. Maar als het goed is... Oh, dat is jammer, hè. Net niet genoeg damage... Ja, ik kan beter solo gaan, jongens. Oké, we gaan even wisselen. En dan gaan we... Jana, stuur maar invite als je wil. Gaan we even een nieuw teampje maken. Nee, boy. We gaan geen rank doen vandaag. Hoppa, ja. Ja, dan heb je denk ik de Battle Pass niet of zo, Reza. Want bij iedereen staat hij er gewoon tussen. Iedereen kan meedoen. Je hoeft je epic niet te geven, SV. Want bij customs kan iedereen meedoen. Dat doen we met code, zoals we dat altijd doen. Jana! Yes! Nee, eventjes iemand anders, boy. Is ook wel aardig, hè? Om iemand anders aan de beurt te laten. Met customs kan iedereen meedoen. Ja. Oké, top. Gaan we weer even op ready. Zal ik eens even mijn nieuwe skin aandoen. Groot. Ah, hij is wel vrij groot, ja. Willen jullie ready gaan? Hi-ha-ho. Of zijn jullie al ready gegaan? Hi-ha-ho. Ja, we zijn al ready. Top. Chop, chop. Ja, nou, niet alleen de mythic. Ik moet ook nog damage doen.
Nog één keer de mythic. En inderdaad nog wat damage. Maar dat moet wel lukken in dit potje. Dat moet wel lukken. Ja, sowieso Reza, maar dat weet ik. TikTok is gekte, YouTube is lekker rustig, Twitch is rustig. Dus op zich weet ik dat, maar dat vind ik ook niet erg. Ik vind dat ook wel lekker, om niet altijd die gekke chat te hebben. Maar dat je ook gewoon kan kijken naar wat iemand typt. Ja. Nou, dat hoeft niet meer, Anna. Ik kan in één potje wel 200 damage doen, dat moet wel lukken. Maar lief dat je het zegt. Ja, die skin is mooi, hè? Ik vind hem ook echt vet. Ja. Anders gaat de chat helemaal lijp. Ja, helemaal lijp. Ja, volgens mij moet ik dan nog een pagina, toch, Jan-Willem? Want ik ben niet klaar, hè, hierna, toch? Hey, goedenavond, Jamie. Welkom. Welkom, welkom. Even kijken. Find and accept a shadow briefing. Nee, laten we deze doen. Ja, hierna nog een pagina, precies. Wel cool, ik heb een soort van game controller op mijn rug. En ik heb houten billetjes. Altijd al willen hebben. Oké, ik denk dat we wel naar Classy kunnen. Dan kan Yana, als ze wil, daar in het water duiken. Je moet in het water springen, Yana. En je moet mythic wapens pakken. Als ik er een vind, dan houd ik hem alleen even vast. En dan laat ik hem door jou vasthouden. En je moet gewoon damage doen en je moet sliden. Sliden of over hekjes springen. Ja, Milan. Straks gaan we customs doen, jongen. Eerst even de Korak quest halen. En dan gaan we customs doen. Een eenhoornskin. Ja, dat is mijn lievelings-SV. Straks moet je 20 characters inhuren. Jeetje, meen je dat, Jan-Willem? Oh, daar heb ik echt geen zin in. En ik vind die Korak skin eerlijk gezegd ook helemaal niet zo vet. Nee. Ik ga hem sowieso nooit gebruiken. Dus ja, waar doe ik eigenlijk moeite voor? Ja, dat kun je afvragen. Ja. Klopt, Sigrid. Fijn, hè? Dat het hier rustiger is dan op TikTok. Maar dat is toch ook logisch, jongens? Op TikTok heb ik echt voor mijn doen bizar veel kijkers, hè? Dat is ook echt wel uniek aan TikTok. Ik snap ook niet waarom daar zoveel mensen steeds kijken. Want ik kijk wel eens bij andere streamers van Fortnite. Maar ja, die hebben nooit zoveel kijkers. Ik weet ook niet wat het is. Dat is echt alleen op TikTok. YouTube is rustig. Twitch is rustig. Nou, ik weet wel zeker als ik een andere game zou spelen, dan is het daar ook rustig. Hey, leuk. Een huis zonder wapens. Chill. Ja, Korra komt met de Battle Pass. Klopt. Reza. Nee, ik vind hem ook niet mooi, Jan-Willem. Het is puur voor de heb, maar ik vind de skin niet mooi. Ik houd sowieso niet van anime skins in Fortnite. Nee, maar dat heb ik al vaker gezegd. Dankjewel, Stijn. Moet je de Battle Pass van Korra kopen met V-Bucks? Nee, je moet gewoon de Battle Pass kopen, Reza. En dan heb je die van Korra erbij. Is niet apart. Okay. Binnenkort zijn er weer rank cups. Weet niet of je het hebt gezien, maar die glider is ziek. Is dat zo'n cup waarbij je 75 punten moet halen, Mason? Want zo ja, ik wil. Als het 75 punten ranked is, dan wil ik. Ja. Ik heb maar 204 bucks helaas. Ah, Reza. Dat is jammertjes. Maar als je de Battle Pass hebt... Oh nee, die heb je niet. Dan zou je namelijk 4 bucks erbij kunnen krijgen. Eigenlijk moet je de Battle Pass halen, Reza. En dan niet uitgeven wat je aan 4 bucks verdient. Maar bewaren voor het nieuwe seizoen. Zodat je in ieder geval de Battle Pass kunt kopen. Dat is eigenlijk het beste. En pas als je 1000 of 950 hebt voor de Battle Pass... Dan gewoon pas dingen gaan kopen. Hey Butcher, goedenavond jongen. Je hebt lekker gegeten. Mooi man. Ja, zeker weten. Oh, ik wil wel hoor, Mason. Ik wil dat wel doen. Ik denk dat Grim ook wel mee wil doen. En misschien wil Yana ook wel meedoen.
Weet jij wanneer dat is, Mason? Is dat in het weekend of is dat gewoon een keer in de avond? Want die glider wil ik wel hebben. Sowieso. Avatar Battle Pass komt ook al over een paar dagen. Ja, die vind ik niet vet. Maar ja, daar is iedereen helemaal gek van, hè? Gaat die ook weer 950 kosten, of niet? Ja, het is op dit moment bij mij wel zo. Ik koop bijna alles van Fortnite. Ook al vind ik het niet leuk. Oké, ik ben hier wel klaar. Ben je al in het water gesprongen, Jana? Je moet even in het water gaan zwemmen. Voor de quest. Avatar ga ik wel doen, man. Ja, maar het is Avatar Last Airbender, hè? Niet de Avatar Blauwe Mannetjes, Menno. Ik weet niet of je dat wist. Avatar Last Airbender zijn ook weer van die anime skins. Over 3 dagen is het Zero Build Squads, maar er staat wel een rank op. Dus ik weet niet of we allemaal dezelfde rank moeten zijn. Ja, denk ik wel, meester, maar dat kan je zien wat je moet zijn. Je kan zien of je diamond moet zijn. Ik kan zo ook wel even zelf kijken. Als we na dit potje even helpen herinneren, ga ik even kijken. Want over 3 dagen, zeg jij, dus dat is zaterdag. Donderdag, vrijdag, zaterdag. Oh, 4 dagen. Zondag. Zondagavond. Vaak is het op zondagavond vanaf 7 uur. Volgens mij kan ik zondag wel. Zondagavond. Moeten we even kijken of we diamond of platinum moeten zijn. Volgens mij platinum, maar... Moeten we even checken. En sowieso, Grim is platinum. Jana is platinum. Jij ook, toch? Dan hebben we al een full squad. Wow, deze auto. Damn, Jana. Holy moly. Check die motorkap. Damn. Jij bent ook platinum. Ja, klopt inderdaad, Jan Willem. Ik zal zo even kijken, Mason. Ja, je hebt dan iets van 6 potjes. En binnen die 6 potjes moet je 72 punten halen. Dus placing is belangrijk, maar kills zijn ook belangrijk. Maar dat is wel te halen, zeker. Jij bent Platinum 3? Ja, prima. Hey, Erik. Goedenavond, jongen. Over Platinum gesproken. Goedenavond. En Chito, goedenavond. Welkom. Ik zal zo even kijken, Mason. Als het zondagavond is, zou ik wel willen. Ik wil die glider wel hebben. We hebben de glider vorig seizoen ook gehaald, dus... hoort wel nu, hè, om dat echt ieder seizoentje te doen. Lekker bezig, Jana. Zo. Aufsteigen. Hoe is het met Erik? Nog hetzelfde als vanmiddag? Of ietsje beter? Alles is al geloot hier. Ik heb AR-kogels nodig. Ah, nog een paar. Jij doet altijd mee? Ah, oh, leuk. Ga ik zo kijken wanneer, Jana? Ik weet niet of Erik mee wil doen met... niet vandaag, hoor. Maar met zo'n toernooi waarbij je... 75 punten moet halen voor een glider, Grim. Als je dat leuk vindt, als het goed is, is het over een paar dagen. Dankjewel, 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 Jana. Als het goed is, is dat zondagavond. Ik ga straks even kijken. En als we dan in iets van 6 potjes of zo 75 punten halen, dan kunnen we die glider krijgen. Vind ik wel leuk. Nou, omstandigheden gaat het goed. Ah, jongetje. Wetenschap, man. Oké. Okay. Nog meer. Oh, wat een toppetjes. Nu heb ik echt genoeg, hoor, jongens. Ik heb nu 300 kogels. Lekker, Davy. Als jullie nodig hebben, let me know, hè. Ik heb nu wel echt alles van jullie gepakt, geloof ik.
for enemies. Ja, weer botsen. Alleen maar bots. En die potjes echt gewoon een beetje saai worden in gewone zero build. Laten we ranked gaan doen, jongens. Hij zit in het bosje. Ah, dat waren ze alweer. Ja, Jana moet even veel damage doen. Oh, wacht. Wacht. Oh, dat is een Huntress. Die wil ik helemaal niet. Sorry. Sorry. Yes. Welke quests moet u nog doen? Ik moet damage doen. Ik moet een opponent raken terwijl ik minder dan 50 health heb. Oh, ik moet geld uitgeven. Earn or pick up a victory crown. Makkelijk. En 20 characters of reviven. Oh, willen jullie even allemaal doodgaan? Kan ik jullie reviven? Kijk, door zo'n bot kan je echt easy doodgaan. Hartstikke makkelijk. En dan kan ik jullie reviven. Dat is wel handig. Hier, daar is nog een enemy. Het zijn alleen maar bots, jongens. Ja, Stijn is neer. Ja, lekker Stijn. Ik kom eraan. Ik kom eraan. Ja, Jana is ook neer. Lekker. Goed gedaan, goed gedaan. Toppetjes. De bot gaat Anna of Jana al gelijk reviven. Wacht, wacht, wacht. Bot. Yay, yay. Ik heb shield hier voor jullie. En ik heb medkits. Nog meer medkits. Oh ja, lekker Anna. Anna springt van de brug af. Ik ga iedereen reviven. Ja, precies Panda. Slim. Ik heb nog één medkit. En dan gaat nog iemand omhoog springen. Hebben jullie dit ooit gedaan voor een quest? Even kijken of het werkt hoor, jongens. Ja, al 5 heb ik er. Ik heb er al 5. Lekker, Jana. Geniaal. Ik heb alleen geen medkits meer. Dus beter kunnen jullie de medkits niet meer nemen. Anders dan kost het alleen maar medkits. Je kan beter bewaren. Lekker hoor. Je kan beter geen medkit nemen, Anna. Je kan beter eerst springen. Want nu kost het allemaal medkits. Het heeft toch geen nut, want je gaat daarna toch weer springen. Ja, ik ga stuk. Ik zou het zo doen voor een quest. Zij doen dat dus gewoon, hè, die toppetjes. Echt geniaal. Ik heb er al 9. Nog maar 11. Oh, dat dansje, Jana. Ik ben zo jaloers op dat dansje. Dat is echt het dansje wat ik zo graag wil. Hij is ook echt maar kort in de shop geweest. Ik denk echt maar 3 dagen. 2 of 3 dagen. Als die weer in de shop komt, echt, stuur mij een berichtje. Ik wil hem gelijk hebben. Het is alleen jammer dat ik hem zelf niet hoor, want streamer mode, maar... Ah, lekker bezig, jongens. Als je geen medkits meer hebt, zou ik niet meer springen. Want ik heb ook geen medkits meer. En de storm komt bijna. Oké, hierna moeten we gaan, want de storm komt. Hey, bedankt jongens. Echt top. Ik hoef hem nog maar 8 keer. Nog maar 8 keer. Anna gaat nog een keer. Geniaal. Ja, ik ga echt super lekker. Echt niet normaal. Ik hoef hem nog maar 7 keer.
Nog maar 6 keer. Dan die bots die je kan kopen met goudstaven, ja. Ja, die moet ik zo ook even gaan kopen. Ik ga helemaal stuk, zegt Pam. Nou ja, dit is echt insane. Ik heb dit echt nog nooit meegemaakt. Voor een quest zijn 20 mensen gewoon van de brug afgesprongen voor mij. Tot later, Sigrid. Succes met dat wat je gaat doen. En jij ook een fijne avond. Oké, top jongens. Top. Oké, we gaan met Jana mee. Oh, dat dansje. Ik wil zo graag meedoen, Jana. Zo graag. Ja, dit is echt goud. Ik zou hier wel een TikTokje van kunnen maken. Denk ik wel. Zitten mensen op het eiland? Gaan we dat doen? Is dat slim? Oh, ik heb al damage gekregen voordat ik er ben. Oké, we gaan naar boven blijkbaar. Ik heb helemaal niet zulke goede wapens, joh. Maar goed. Als Anna gaat, ga ik ook. Wat zit hij nou hier om de hoek te schieten, jongen? Boefje. 35? Je hebt hem al, joh. Lekker. Lekker, Anna. Lekker, Jana. Godverdurrie. Komt nog een team aan? Oh, Coral Glider. Ik hoor een Coral Glider. Oh, die kunnen we eigenlijk niet killen. Coral gliders zijn episch. Oké, ik ga even kijken of er nog shield ligt. Oeh, lekkere AR. Oh, mythic wapen. Jee. Jana, deze moet je oppakken, Jana. Mythic wapen. Oké, top. Ben ik tevreden? Ja, ik ben wel tevreden. Lekker, jongens. Hé, hey, lieve Inge. Goeie avond, meisje. Ja, jeetje, joh. Stijn gaat ervoor. Stijn valt er vanaf. Stijn, ik hoef je nu niet te reviven, toch, jongen? Dat deden we niet meer, hè, Stijn? Zo, die sniper is wel goed bezig. Er zit daar een sniper, jongens. Artemis eliminated. Jammer. Ja, die sniper is lekker bezig daar zo. Eigenlijk moeten we daarheen vliegen. En hij vliegt weg. Oh, Davy, Davy. Ga je vol op een vogel. Boom. Oh, net te laat. Holy moly, ik jumpte nog weg. Oh. Ik wilde jullie reviven, maar dat kon niet meer. Ik lig nu in de reviver. In mijn zwembandje. Welke rank ben je? Nog steeds diamond. Alleen Jana leeft nog. Ja, mij zie je hier echt niet met mijn Groot skin aan. Je ziet mij echt niet. Ik zag het gebeuren, ja. Ja. Hey Abigail, goedenavond. En Chantal, goedenavond.
Oh, ik denk dat Jana net op tijd is. Net op tijd. Oh, episch, Jana. Echt perfect. Oké. Oi, 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 oi. Is de rest dood? Ik denk het niet, toch? Dankjewel, Jana. Dankjewel, dankjewel. Oh, thanks. Daar zwemt iemand. Yes. Oh, snap. Als ik een frenzy had. Oh, jammer Jana. Ik had wel raak geschoten, maar die frenzy... hij is natuurlijk van te ver weg voor een shotgun. Ah, jammer, jammer, jammer. Ga ik nou ready? Ik wil niet ready. Ik wil gewoon terug. Terug naar de lobby. Maar goed, we hebben wel de quest weer goed gedaan. Lekker, Jana. Hey, hebben we de skin? Ja. We hebben de skin. Nice. Alleen het plaatje nog niet. Oh, en die Cora nog niet. Maar dat vind ik niet zo boeiend. Oké, hey, nice. Lekker, jongens. Goed gedaan. We gaan nog één potje. En dan gaan we daarna customs doen. Laatste potje. En dan gaan we customs doen. Oké? Okay? Oké. Okay. Oké. Hey Wesley! Goedenavond, jongen. Guten Abend. Allemaal. Dat hoofd van Groot. Okidoki. Wie doen er allemaal mee vanavond met customs? Gaan jullie meedoen? Moet wel, hè? Moet wel meedoen. Ik vind het zo jammer dat ik het dansje niet kan horen, Jana. Hij is zo leuk. Oké, we gaan nog even een ander skinnetje aandoen. Drax, want die is onzichtbaar. We gaan Drax aandoen. Ja, jij doet mee, Reza. Coole Panda doet mee. Boy doet mee. Jij bent Dex toch, Boy? Wij hebben toch samen ranked gedaan? Rimke doet mee. Nice. Ik wil Grim een keertje killen, wat me nooit lukt. Nee, Grim ga je niet killen, jongen. Zelfs niet als Grim ziek is. Jij moet nog even eten, Mason. Geen probleem, jongen. Nathalie start ook op. Gezellig, Nathalie. Iedereen meedoen. Leuk. Wat betekent het hartje achter mijn naam? Dat je een abonnement hebt gekregen van mij, Mason. Je naam is groen en een hartje erachter. Dus je bent nu member. Kahomi ben jij. Dus je kunt emotes gebruiken, alles. Waar zullen we heen gaan? Classy? Classy? Chassy. Je vindt dat je wel even een pauze verdiend hebt. Je bent aan het leren voor je examens. Oeh. Dat is wel belangrijk, hè, Rimke? Niet te lang pauze nemen. Wel zorgen dat je een goed resultaat haalt. Je moet wel slagen. Wow, check mij. Ik ben onzichtbaar. Insane. Ja, ziek hè. Echt ziek, Mason. Je gewoon gekregen, hè? Hey. Geluidje erbij, alles. Wat een vette glider is dit ook. Besef. Nu even streampje kijken. Nou, vooruit, Rimke. Vooruit. Ik zal het niet doorvertellen.
Is wel gek dit, hè, wat je ziet. Wow, yo, hey. Check mijn glider. Is toch niet normaal? Holy moly. Huge glider. Hey, Edit. Goedenavond. Davy heeft weer een leuke trui aan. Ja, Kappa, hè. Kappa ken je wel van Twitch, toch? Kappa betekent eigenlijk grapje. Grapje. We gaan zo customs doen. Kappa. 3 april. Kikker in je bil. Nou, jongens. We gaan echt customs doen. Kappa. Zo, dat zijn precies de wapens die ik wil. Wat een toeval. Wat een toeval weer. Badadapapa. Jij kent dat. Ja, jij bent natuurlijk ook wel eens op Twitch. Jij weet dat gewoon, hè, Abby? Wat weet jij nou niet? Heb je nog genoten van je paasweekend? Zeker, Abigail. Ik had ook nog Fortnite gespeeld en toen had ik iemand de kip uit de handen geschoten. Ja, vond ik superleuk. Dat maakte mijn paasweekend echt goed. Ik heb er zelfs een TikTokje van gemaakt. Misschien ken je de persoon waar ik mee gespeeld heb, Abigail. Vind ik grappig. Vond je het ook grappig? Kisjes. Kisjes hype. Mijn kip. Rip voor de kip. Hey Mandy, goedenavond. Ja en nee. Oh, dat klinkt wel heel serieus, mevrouw. Hoeveel kroonwinst heeft u? Wanneer gaat u stoppen met de live? Waarom willen jullie altijd weten hoe laat iemand gaat stoppen, jongens? Jeetje. Nooit gewoon eens een keer wat leuk dat je live bent. Ik geniet ervan. Altijd. Wanneer ga je stoppen? Vind je het zo erg, Robin? Vind je het zo stom? Maar je kan ook gewoon wegklikken, hè? Moet vandaag nablijven tot 16:50. Wat heb je gedaan dan, Reza? Dat is niet zomaar, hè, nablijven. Dan heb jij iets stouts gedaan. Ja, dan weten ze weer wanneer ze vrij zijn vanavond. Wanneer ze weer huiswerk moeten doen. Oh, Davy, wanneer ga je nou eindelijk stoppen? Ik ben hier zo klaar mee. Ik vind het zo stom wat je aan het doen bent. Alsjeblieft, stop met die livestream. Zullen we de SUV nemen? Nee? Wedstrijdje, Jana? Ah, dankjewel, Stijn. Dankjewel. En jij bent altijd blij dat ik live ben. Ja, jij wel, Milan. En jij vraagt ook nooit wanneer ga je stoppen. Gisteren naar huis gegaan om Fortnite te spelen terwijl ik les had. Ja, dat is ook niet zo slim, hè, Reza. Waarom zou je dat doen? Dat is toch niet handig. School is echt zoveel belangrijker dan Fortnite. Je kan de rest van je leven nog Fortnite spelen. School kan je maar één keer doen, hè. Als ik kan, kom ik stream kijken. Altijd gezellig. Ah. Jij bent er ook echt altijd bij, Toedeltje. Ook al lang, hè. Je bent ook alweer lang op Twitch. Ja. Nee, ik ga niet stoppen, Jack. Zeker niet nu jij er bent. Zkine. Zkine FQN. Dankjewel. Dankjewel. En Edits. Dankjewel voor je membership. Op Twitch zeggen we gewoon bedankt voor je follow. Maar hier zeggen we bedankt voor je membership. Thanks, man. School is saai, ja. Maar school is wel belangrijk. Zonder school kun je de rest van je leven Fortnite spelen. Want dan heb je geen baan. Maar verdien je ook geen geld. Kun je ook geen skins kopen. Is niet leuk, hoor. Kijk, ik heb een baan. Ik werk. Ik heb gewoon skins. Ja, is wel belangrijk. Toedeltje is een toppertje. Ja, we noemen er ook wel eens TT. Toppertje Toedeltje. Ja. Zeker. Ik ben juf op een basisschool. Zeker. Ja, dat merk je wel, hè. Ik vind het belangrijk dat jullie naar school gaan. Het leven draait niet om Fortnite. Nou, zeker niet. Nee. Gelukkig niet. 10 maanden, denk ik. Wauw. Ja, dat is al wel echt een tijdje. Ik heb een baan, ik werk, maar koop geen skins. Nee, maar jij koopt andere dingen. Sommige mensen kopen stofzuigers van €850. Omdat ze dan de trap op kunnen.
Oké, chat. Wat zouden jullie liever willen? Een stofzuiger die ook de trap op kan? Of zou je liever 85 skins hebben? Dat kun je in principe wel kopen voor het bedrag van de stofzuiger. Een dilemma op woensdag. 85 skins? Of een stofzuiger die de trap op kan en je hele huis stofzuigt? Wat wil je? Hey, Riesep! Hey, Grimmetje! Oh ja, die gaat zo komen hoor, Erik. Die gaat zo geluid maken. Ja. We moeten er altijd even op wachten. Maar het gaat gebeuren. 85 skins, 85 skins, 85 skins. Ja, morgen ben ik ook live op YouTube. Morgen overdag. Je kan je stofzuiger ook met de hand optillen. Zeker. Oh, even aanpassen dit dilemma. Want de stofzuiger doet ook dweilen. Oh, sorry Jack, sorry. Nee, je kan niet komen stofzuigen, Abby. Ik wil meestal bij het handvat van mijn stofzuiger de stofzuiger op en dan met de kop eraf trap. Ja, ik ook, Mason. Zo doe ik het ook. Maar Jack heeft er dus eentje gekocht. Die kan dweilen en stofzuigen, maar die kan zelf de trap op. Nou, ik heb liever 85 skins. Maar ja, dan ben ik. Ik vind stofzuigen ook een van de minst vervelende taken in huis. Ik vind de was ophangen en strijken vind ik vele malen vervelender. De jouwe kan vliegen. Zo, ja, Inge is er ook al 3 maandjes. Zeker, zeker. Ik kan niet resubben of zo, ik snap er niks van. Ja, maar je bent nog sub, Inge. Je bent nog sub. Je naam is nog groen. Je hoeft niet te resubben, Inge. Ik vind het super lief. Maar je bent gewoon nog sub, joh. Hoe laat ga je morgen live? Om 1 uurtje of 12. Overdag. Morgenavond ben ik live op Twitch. We zijn deze week 3 dagen, 2 keer per dag live. Sterker nog, ik zit zelfs te twijfelen of ik... Nou, morgenochtend vroeg kan ik niet, want ik moet Jurgen naar de garage brengen voor zijn auto. Anders was ik morgenochtend heel vroeg ook nog live op TikTok gegaan. Maar dat kan niet. Tenzij het morgen lekker weer is en Jurgen met de fiets gaat. Hij is weg, maar ik heb hem opnieuw gekocht en je ziet niks. Nou, wat belachelijk, joh. Het is ook raar, want Grim zie ik wel in de chat voorbij komen. Maar ik kan het dus niet zelf doen. Hij komt niet bij stream elements voorbij. Echt raar. Ah, dan doe ik hem gewoon zo. Dat ben jij, Grim. You're the best around. Erik, jij bent de beste. Jij bent de beste, Erik. Die was voor jou. En deze is alvast voor jou, Inge. Gewoon omdat het kan. Zo. Dan hebben we het toch even anders gefixt. Je bent morgen 12:30 vrij. Ga je morgen Fortnite? Zeker, Jay. Ja. Op YouTube. Ja, ja, ja. Volgens mij gaat het regenen morgen. Oh ja, dan moet ik hem wel wegbrengen. Want hij smelt in de regen. Wie is Jurg? Jurg is de leukste en de liefste. Is mijn vriend. Mijn stofzuiger is mijn vriend in Fortnite. Ja, ik heb Abigail als stofzuiger in Fortnite. Ah, je bent dood, Reza. Dat is niet fijn. Na dit potje ga ik elk potje gelijk dood. Want dan gaan we customs doen. Dus vandaar dat ik nu nog even kan spelen. Maar na dit potje niet meer. You're the best around. Ah, liefde voor jou, Grim. Hoop dat het snel beter met je gaat, jongen. Ziek zijn is stom. Stomste wat er is. Waarom gaat u om 12 uur live? Robin, waarom niet? Wat is dat nou weer voor vraag, Robin? Waarom ga ik nu om 7:45 live, Robin? Waarom? Om dezelfde reden als dat ik morgen om 12 uur live ga. Ik ben morgen helaas in Amsterdam voor een ijshockeystick. Oeh, nice. Leuk, Mason. Ijshockey is echt leuk. Kan je ook goed schaatsen, denk ik. Bij mij is Rianne de stofzuiger. Ik maak een kill en ineens is ze daar en wegloot. Geen idee waar ze vandaan komt. Ja, dat is Abigail ook, hoor.
Abigail die zuigt ook alles op. Ja. Van zichzelf, van een ander, maakt allemaal niet uit. Maar toch houden we ervan, hè. Ja, omdat het kan. Ja. Waarom zou ik niet live gaan? Goeie stofzuiger. Ja, zeker. Zeker. Het doet wat het moet doen. Dan wil je toch ook bij een stofzuiger? Dat hij alles schoonmaakt. Eigenlijk ben je gewoon blij met Rianne. Moet je er wel even vertellen. Is wel aardig. Nu ga je echt eten. Ja, eet smakelijk, Mason. En de groetjes aan je ouders, jongen. Zeg maar de groetjes van juf Davy. You're the best. Around. Around. Stopzuiger. Staubsauger. Ik ben een staubsauger. Dat is Duits, toch? Staub. Staub is sowieso stof. Ik heb het gevoel dat ik er een beetje de draak met mijn robotstofzuiger moet gestoken. Daar zou jij zomaar eens gelijk in kunnen hebben, Jack. Bij deze, Jack, wil ik mijn oprechte excuses aanbieden. Het spijt me. Als ik je gevoelens heb gekwetst, het was niet mijn bedoeling. Sorry, Jack. Hoop dat je mij kunt vergeven. Alsjeblieft. Dat moet je niet doen. Je moet me niet zomaar neerschieten. Vind ik niet leuk. Hier ligt allemaal shield, vrienden. Oh! Stofzuigen. Mijn shotgun. Zo, ik ga ook even stofzuigen. Hier, jongens, nog meer shield. Nou, ze nemen het niet mee, hè? Moet ik het meenemen voor ze? Stijn. Hier, jongen. Hier. Staubsauger. Blijft lekker in je hoofd hangen, dit deuntje. Bedoel je dit deuntje, of niet? Deze. Die bedoel je? Zo, gaat goed, Edits. Ga je lekker, jongen. Het spijt je niet. Dat moet ook niet. Ik ben zelf de leeftijd als jij. Wij zijn niet zo snel gekwetst. Nee, dat is zeker waar, Jack. Dat is zeker waar. Ik heb een aardige, dikke huid. Ja, ik ben wel een olifantje. Ik onthoud alles wat iedereen zegt. Dat ook. Daar ben ik ook olifant in. Maar ik heb ook wel dikke laag eelt. Zeker. Maar dat moet je ook wel hebben in datgene wat ik doe. Als je op TikTok zou streamen en je hebt geen olifantenhuid, ga je het niet lang volhouden, denk ik. Nee. Ah, en op slechte dagen is het toch soms wel echt vervelend, hoor. Als je niet lekker in je vel zit, moet je eigenlijk niet live gaan op TikTok. Nee, heb ik gemerkt. Iedereen in de chat is lief. Nou, voornamelijk wel, hoor. Zeker, zeker. Ik speel bijna echt niet meer op de PlayStation. Ik speel echt veel meer op de Nintendo, ja? Ook Fortnite, Milan? Oh, ik zou Fortnite toch eerder op PlayStation spelen, maar dat is mijn mening. Jana, ik heb shield voor je, vriendin. Jana. Ja, vertraging, hè, van YouTube. Nou, ze heeft zelf, denk ik al. Je moet die mythic pakken, Jana. Deze mythic moet je pakken. Voor de quest van Korra. Oh, mensen? Ik zie twee mensen in de auto. Ja, ik schiet op ze. Dat vinden ze niet leuk. Oh, eentje is echt hard geraakt, hoor. Zeker wel. Ik kan zo slecht shockwaves gebruiken, jongens. Ik moet echt een cursus shockwaves hebben. Zo. We zijn gewoon door de rift gegaan. Door de rift. Ah, ook door de rift. Nee, ik ga niet door de rift. Daar zijn ze weer. Oh, ze exploderen. Ze vallen uit elkaar. Zo. Oh, Mario Kraft. Uit die luft geknald. Gebruik nooit vleugels.
Een Red Bull geeft je vleugels, maar Red Bull laat je ook uit de lucht schieten. Dat wil jij niet. Oeh, een kroontje. Ga ik stofzuigen? Oh, kroontje opgezogen. Ah, oh, sorry jongens. Ik wilde dat echt niet doen. Maar opeens zat hij in mijn stofzuigertje. Oh, ik word geraakt. Dat is vervelend. Jana. Jana, pak hem. Oei, oei, oei. Anna. Anna ligt neer. Ik ga een kaartje pakken. Oké. Okay. Waar? Waar is die bot? Ik ga voor de storm rijden. Ik weet niet waar Stijn is. Stijn is op het eiland volgens mij. Maar wij gaan even rebooten. Rebouten. We gaan rebouten. Woehoe! Zuster Jana en Cahoni gaan rebouten. We zijn tenslotte bouten. Oh, yo, rijd gewoon met de auto. Hier, Jana, nog een mythic. Die moet je pakken. Nou, je moet niks, maar ik zou het wel... Oh my gosh! Iemand schiet op mij. Dit had ik zo niet verwacht. Wow, yo! Weer een cadeautje. Altijd die freaking scheid kerstskins. Opbokken met de kerstskins. Lekker, Jana. Zo, ik schrok me toch een partijtje. Had het zo niet verwacht. Jeetje, dankjewel jongens. Laten we eerst rebooten. Dankjewel, Jana. Ik heb medkit. Ik heb medkit. Oeh. Nee, ga ik niet doen, edits. Wil je stoppen met spammen, jongens? Anders krijg je een time-out van me. Dankjewel. 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 Jeetje, jongens. Niet normaal. Er liggen hier allemaal wapentjes. Ik ga deze nemen. Hier ligt ook ammo. Ammo hula. Ik heb nog één shieldje. Die ga ik zelf nemen. Als Anna niet snel komt, slurp ik deze ook op. Ik ben stofzuiger, hè? Ik heb hem al gepakt. Oh, Anna komt. Hier, Anna. En nog één Anna. Volgens mij is Jana alweer vol in gevecht, hoor. Jana is gewoon alweer gaande. Lekker, Jana. Oh, nee, Jana! Jana is neer! Hilfe! Jana. Oh, hij shotgunt. Ik bedoel, sniped. Ah, Davy, waarom ga je op iemand afrennen die op je schiet? Waarom doe je zo, Davy? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Het is tijd om customs te doen. Ik zit er zo lekker in. Het gaat zo goed. Ja. Ik durf nu wel eventjes customs te doen. Ja, Jana, het ging zo goed. Maar opeens. Opeens ging het scheizen. Oh, jeetje jongens. Hoe kan het opeens zo slecht gaan? Keine Ahnung. Zullen we duo customs doen? Ja, je gaat sowieso dood als je met mij bent, hè, Abigail. Zo gaat het altijd. Oké, dan... Gaan we customs doen. Ik ga wel even een ander skinnetje pakken. Even kijken wat we kiezen. Oh ja. Ik ben de dude. Oké, iedereen die mee wil doen, zet je game op zero build. Zero build moet je kiezen. En bij zero build kies je voor duo's, ranked of uiteraard, en fill. Je moet wel fill doen, want anders wordt je duo niet gefilled. Dus rechts, deze rechts, daar staat wat je moet kiezen. Zero build, ranked of, team fill, duo. Ja, klopt, Jana. Ik weet het. YouTube is altijd vertraagd. I know. Sorry. Sorry, Jana.
Oké. Dan hebben we dat aangezet. Dan ga je naar beneden. Naar al deze tegeltjes. En dan zie je rechts onderin. Zie je staan custom key. Daar klik je op. En dan typ je daar een code. Die ik je zo ga vertellen. En als je die code hebt getypt. Dan ga je net als ik. Accept doen. En dan boven kies je ready. De code is Cahoni. En dan kun je allemaal meedoen. Hey, Dionnetje. Guten Tag, guten Tag. Even kijken of dit account zonder achternaam is. Nee, Dion. Nee. Wat een gedoe altijd. Ja. Maar dat kan je heel snel fixen. Ja, Reza, je hebt gewoon niet geluisterd. Waar staat hij? Wat moet ik doen? Ik zeg het net, Reza. Je moet die oortjes open doen, Reza. Jeetje. Hoe duidelijk kan ik het uitleggen? En niet normaal dit. OMG. Jij zit erin. Ja, er zitten al 13 mensen in. Lekker, jongens. Lekker, lekker, lekker. Ik ben benieuwd met wie ik samen ga. Abigail zit er ook in. Oh, ik ga trouwens even kijken naar de Ranked Cups. De Ranked Cups. Want dat zei Mason net. Check deze glider. Check deze glider. Ik moet die hebben. Paars zit er in de glider. Wanneer is dat? Compete. Oh, er is nu een solo cup gaande, jongens. Zero build duo's. Victory cup. Oh, even kijken. Over 2 dagen. Zero build solo. Platinum ranked cup. Kan ik gewoon aan meedoen. Gold ranked cup. Kan ik gewoon aan meedoen. Oh nee, dan moet je ook echt dat zijn, hè. Diamond. Zero build solo. 5 april. Dat is morgen. Nee, overmorgen. Oei, oei, oei. Waar zijn de squads? Duo's, 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 duo's. Squads. Zilver ranked, diamond ranked. Oh, maar dat zijn jullie natuurlijk niet, want we moeten zero build hebben. Diamond ranked, zero build. Er is geen platinum zero build, Mason. Alleen maar diamond. En jullie zijn volgens mij geen diamond. Nee, platinum zie ik niet, zero build. Ja, hier, platinum. 7 april. Oké, die moeten we hebben. Oh nee, want dan kan ik natuurlijk niet meedoen, omdat ik diamond ben. Of moet je minimaal platinum zijn? Ja, misschien minimaal platinum. Dat denk ik wel. Compete against other platinum. You must be in platinum or... Oh nee, je moet alleen maar platinum zijn. Ja, dat is lullig. Dat is lullig. Ja, het is toch echt zoals het is, Milan. Ik kan het niet anders uitleggen, jongen. Er zitten 19 mensen in, dus het werkt echt. Ja, ik heb het 1 miljoen keer uitgelegd, Reza. Echt 1 miljoen keer. Het is super easy, als je had geluisterd. Ja, dat is inderdaad lastig, Mason. Omdat ik nu als enige diamond ben. Het enige wat ik kan doen is 10 potjes verliezen. Maar ja... Ik ga het nog 1 keer uitleggen, Reza, maar daarna echt niet meer. Want je moet echt gewoon luisteren. Je gaat naar zero build zoals je altijd zero build doet. Dat is niet zo moeilijk. Het icoontje linksboven, gewoon zero build. Daar klik je op en dan ga je met je pijltje naar zero build, duo, team, fill. En je kiest natuurlijk unranked, maar daar staat hij waarschijnlijk al op. Dus duo... En zorg dat je Phil aan hebt staan. Team Phil. Zodat je duo-potje gevuld wordt. Want jij bent alleen in de lobby. Daarna ga je naar beneden. Naar al deze tegeltjes. En dan kijk je rechts onderin. Andere rechts. Naar Custom Key. Daar typ je Cahoni. En je typt Ready als je weer bovenin bent. That's it. Ja, ik heb dit al 100 keer uitgelegd. Maar mensen luisteren niet. Ik kan je helpen met die cup. Ja, we moeten squads hebben, Abigail. Kan niet met duo. Er zitten al 21 mensen in. Ik wacht nog heel eventjes, oké? Okay? En dan gaan we. Dan gaan wij. Hey, Rianne. Goedenavond. Nee, duo cup is weer wat anders, Abigail. Dat is weer wat anders.
Ik wacht tot 5 minuutjes, oké? Okay? Kan ik ook clippen op YouTube? Zeker, Stroebe. Maar als je mijn uitleg wil clippen... was niet de beste uitleg ever. Maar het kan wel. Ja, je kan clippen op YouTube. Ik en Diamond worden. Ja, als het mij lukt, Jana, lukt het jou zeker. Solo gaat echt beter dan squads of trio's of duo's. Solo gaat het beste. En ik kan het ook vaak alleen in de ochtend. Als ik net koffie op heb en ik ben scherp, na 3 potjes is het klaar. Je hebt het nagedaan, Milan. Ja, 23 mensen zitten er wel in, Milan. Dus ergens doe je iets verkeerd, jongen. Je hebt iets verkeerd gedaan. Kan niet anders. Misschien heb je de code niet opgeslagen. Als je hier de custom key hebt getypt, dat je niet accept hebt gedaan. Of je hebt je game niet op Europe staan. Europe. Want je moet wel op Europe. Zoiets. Maar je hebt iets anders dan dat wij het hebben. Oké, okay, dit waren 5 minuten. We gaan, jongens. 23. Oh, er moet er nog eentje joinen. Dan hebben we precies 12 duo's. Als er nog 1 bij zit, tot 24 ga ik starten. Tijn denkt dat hij moet joinen via de lobby. Nee, Tijn. Code Cahoni, jongen. Kom stiekem in mijn lobby. Ja, dat hebben we geprobeerd, Jana. Dat kon niet, hè. Dat hebben wij geprobeerd. You're the best around. Wat je wel kan doen, Jana, is straks na dit potje... dan invite sturen, Jana. En dan ga ik lobby aanmaken. Dan kan het wel. We moeten al in de lobby zitten voordat ik de code maak. Dan kan het, Jana. Nee, het is niet even. Nee. Nee, het is 23. 23 is geen even getal. Het is een priem getal. Zo, heb jij gewoon een appelkruimelvlaai. Oh ja, Stroebe is jarig, hè, chat. Hebben jullie Stroebe 2000 wel gefeliciteerd? Ja, die is gewoon vandaag jarig. Het is dat ik hier geen kanje je bent jarig mag aanzetten. Ja, ik weet het ook niet, lieve Milan. Ik weet het niet, jongen. Bij mij werkt het en bij 23 andere mensen werkt het ook. Dus ik weet niet wat jij verkeerd doet, jongen. Keine Ahnung. Nou, ik denk dat we toch gaan starten, jongens. Er is vast iemand alleen. Lullig voor die persoon. Sterkte daarmee. En blijf van die dude af, hè. Met die game over onderbroek. Raak hem niet met zijn gouden ketting. Oh, met wie ben ik samen? Met wie ben ik samen? Met wie ben ik samen? Even kijken hoor. Hit an opponent. Nee, we gaan deze doen. Ja, ik weet niet wat je verwacht dat ik zeg, Reza. Wat wil je nu dat ik zeg, vriendin? Het werkt bij 23 mensen, dus je moet wel iets fout doen. Ik weet niet wat je verkeerd hebt gedaan, dat weet ik niet. Maar zoals ik het uitleg, zo zou het moeten werken. Anders zou het bij 23 mensen ook niet werken. Dus ik weet het niet. Ik kan het niet anders uitleggen dan wat ik net gedaan heb. Ik ben een waardeloze juf. Ontsla mij. Waarom ben je alleen? Ja, ik ben nummer 23, jongens. Ik had wel team Phil aangezet. Heb ik nog op gelet. Zagen jullie ook, hè? En jullie zien ook waar ik heen ga. Dus ik ga sowieso binnen 5 minuten dood. Ja. Ja, ik ben alleen. Het is gewoon mijn leven, jongens. Mijn leven is alleen. Ik ben junior bro. En ik zit met Stijn. Jee, lekker, man. Lekker. Er is gewoon letterlijk weer iemand bij me. Het zal een keer niet zo zijn. Letterlijk iemand die met mij meevliegt. Ga kijken wie het is. Oké, daar vliegen heel veel mensen. Dat weet ik wel. Dat is Team Jana. Team Jana gaat sowieso naar de villa. Ik heb een pistool. Kom maar. Kom maar, iedereen.
Ben niet bang. Oh, ik heb ook nog Thunder. Ja, ik maak jullie allemaal af. Hier, man. Kom maar. Kom maar hier allemaal. Ik hoor iemand vliegen. Ja, die ga ik dus afmaken. Die pak ik gelijk. Oh, de deurbel gaat weer. Het zal eens niet zo zijn, jongens. Davy speelt Fortnite, dus wordt er aangebeld. Kan toch niet? Ik moet nu dus open doen, hè? Maar dan ben ik dood. Godverdorie. Oké, doei! Ja, Jezus, ik wilde gewoon wat doen. Zakaria, jongen, echt hoor. Je weet dat ik daar zit en dat ik de deur open moet doen, man. Oh, niet terug naar de lobby. Nee, dat mag niet. Ah, dit was wel hatend, jongens. Oh, ik heb echt gerend. Jeetje, man. Ja, laat Davy gewoon even leven, ja, ja. En degene voor wie ik de deur open doe, die was gewoon al weg, hè. Hoe snel was ik, joh? Jeetje, man. Maar goed. 11e. Leuk, man. Fortnite. Oh. Ja, je hebt het nog zo gezegd, maar mensen luisteren niet, hè. Mensen hebben scheid, hè. Ik ben ook nog alleen, hè. Ik heb ook nog eens een keer geen mattie. Maar goed. Het is wat het is. Ah, nee, Dion, nee. Het zijn kinderen. Kinderen gaan altijd voor de kills. Kinderen vinden het cool om mij te killen. Daar moet ik aan werken. Cindy en ik waren 12e. Ah. Ai, ai, ai. Gaan we zo nog een potje? Nee, we gaan niet meer heen. Hè. Ik word te snel gekillt, dus we gaan stoppen hierna. It's a party in my horse. Hey Priscilla, goede avond, welkom. Ah, zo. Dinootje is samen met Abigail. Lekker hoor. Nee, man. We kunnen niet iedereen bannen die mij killt. Nee. Bijna eerste pagina van Formule 1 Journal van dit seizoen. Een pagina af van Formule 1 Journal. Ik weet niet wat het is, Misty. Klinkt als iets wat je moet verzamelen of zo? Zweep erover, nee. Nee, ik snap ook oprecht niet dat mensen dat zelf niet kunnen bedenken. Maar goed, ja. Het zijn kinderen, jongens. Het zijn kinderen. Wij als volwassenen kunnen dat wel begrijpen, maar... Het is ook niet erg, hè. Het is niet het einde van de wereld. Oh, Stijn zie ik alleen van bovenaf. Die kan ik niet normaal zien. Hier hebben we Jan Willem. Ja, hoor. Shubo de Woes doet gewoon mee. Shubo de Woes. Ja, hoor. OMG. Is ze dood? Ze lijkt dood bij mij in de game. Ik zie wel Jan Willem. Maar nee. Want ze zitten achter volgens mij. Ja. Ja, ik zie het niet. Omdat Jan Willem alleen gezien wordt. Is goed, lieve Jana. Dankjewel voor de potjes. Tot later, Jana. En groetjes aan Iris. Jij hebt mij gekild. Ja, koop een lolly en vier het, Dex. Ik was in mijn eentje. Ik was in mijn eentje en ik moest de deur open doen. Dus... Nee, Abigail. Je mag mijn party niet joinen. Shudodoos. Nou... Oh, je bent Mandy. Ah, kijk. Dan weet ik wie je bent, Mandy.
Ja, fijne avond, Jana. Groetjes terug van Iris en Lou. Mijn dag is weer goed, Jana. Dankjewel. Oké, dan zijn we bij Grim en Coole Panda. Hey, dit is wel ook echt een topteampie, hoor. Oh, hey, Panda heeft ook die skin aan. Dat is ideaal. Denken mensen dat ik dat ben? Nou ja, ik ben al dood, dus dat kan niet. Ja, je hoeft niet elke keer te typen dat je er weer bent, Brandon. Is echt niet nodig, jongen. Dat zeg je toch ook niet als je op school de les binnenkomt. Hoi, ik ben er weer. En dan ga je naar de wc en dan kom je terug en dan zeg je hoi, ik ben er weer. Dan ga je naar je volgende les en dan zeg je hoi, ik ben er weer. Doe je ook niet, hè? Dat hoeft hier ook niet, jongen. Als je één keer hallo zegt op een goede avond, dan is het genoeg. Hey, Fortnite Pro, goeie avond. Hallo, kijk, die is nieuw. Dan mag je hallo zeggen, Brandon. Ik zit al op level 210. Lekker, Priscilla. Ja, na de pauze. Hoi, ik ben er weer. Doet Brandon thuis ook, hè? Dan gaat hij thuis even naar de wc. En dan zegt hij tegen zijn ouders... Tot zo. Dan komt hij van de wc terug. Zegt hij, hoi, ik ben er weer. Dan gaat hij naar zijn kamer. En dan komt hij terug bij het eten. En dan zegt hij, hoi, ik ben er weer. Ja, wij doen dat hier niet, Brandon. Wij zeggen gewoon één keer hallo. Dat is genoeg. Als je 's ochtends beneden komt nadat je geslapen hebt en je ouders zitten aan het ontbijt en je zegt... Kennen jullie mij nog? Dat doen mensen ook altijd. Weet je nog wie ik ben? Vraag je dat ook aan je ouders iedere ochtend? Mama, ken je mij nog? Wil je mijn naam zeggen? Ah, nee toch Jay, ben je dood? Nee toch jongen, wat stom. Nou, wel fijn, na dit potje leef je gewoon weer. Stijn is AFK. Ik heb hem op mijn auto om mee te nemen. Echt stom. Ik zou hem gewoon laten staan, hè, Jay. Hey. Als hij AFK is, dan ja, dikke doei. Zo, check die rugspieren, jongens. Niet normaal. Niet normaal. Oh, what a guy. Hallo, mama. Wat speel je? Oh, jij zit niet op level 210. Grim zit op level 210. Was ik maar al zover. Ja, moet je heel veel spelen. Ik vind het niet erg, hoor, dat ik nog geen level 100 ben. Het seizoen duurt nog zo lang. Ik vind het wel leuk dat je dan nog wat skins te halen hebt. Ik vind die Aphrodite eindskin vind ik vet. Daar ben ik nu lekker voor aan het spelen. Ooit gaan we die halen. We hebben nog 2 maanden of zo. Hè? Tot 24 mei duurt het seizoen. Dat is echt nog super lang. Ik heb net een broodje shawarma en wat friet gegeten. Oh, lekker. Ik vind het altijd raar om over vlees te praten omdat u veganistisch bent. Ah, dat hoeft toch niet, Mason? Mijn vriend eet ook gewoon vlees. Dat is mijn keuze dat ik geen vlees eet en niks van dieren eet. Maar andere mensen hebben een andere keuze, toch? Ik bedoel, als jij als favoriete eten patat hebt en ik heb als favoriete eten komkommer, ja. Het is wat het is, toch? Dan mag jij wel gewoon over patat praten. Ik ben niet boos op mensen die vlees eten. Ik kies er alleen zelf niet voor. Wat voor level ben je? Volgens mij iets in de 80 of zo, denk ik. 75 of 80 of zo. Je gaat zelf ook een paar potjes spelen. Is goed, Inge. Was niet leuk voor jou dat je alleen zat. Oh, maar maakt het niet zoveel uit, Milan. Ik ben een grote meid, hè. Ik hoef niet te huilen als ik alleen zit. Het is ook maar een spelletje, hè, jongens. We moeten het ook weer niet zo serieus nemen. Cindy, weet je nog wie ik ben? Nee. Ik weet wel dat je 28 augustus jarig bent, Cindy. Verder weet ik weinig over jou. Wil je mijn naam zeggen, Cindy? Mijn lievelingseten. Ik heb geen lievelingseten, Anna. Ik eet het liefst heel veel en heel vaak. Dat eet ik het liefst. Ja, de rest maakt me niet uit. Je bent uit het potje gegooid. Lekker dit. Nou, wat een scheidgame, Abigail. Ik zou het uninstallen. Just saying. Op wie is Coole Panda aan het schieten? Oh, dat zien we nu. Op Mandy en op de Butcher. Maar de Butcher is volgens mij al geslacht. Oh nee, die loopt daar nog. Dat is raar, hè? Dat is echt een glitch. Bij mij linksboven lijkt het alsof iedereen dood is. Maar de Butcher leeft volgens mij gewoon nog. Shirley, ben jij dat? Waar? Waar is Shirley? Wie ben ik? Pauline? Pauline. Of Pauline.
Nee, geen idee. Nee. Ja, het motto van de gamer is... Gamers never die, they respawn. Ja. Nou, hoop het niet. Als het echt ooit zo ver is. Ja, tot ziens, Jay. Jay, wil je nog één keer mijn naam zeggen? Voordat je gaat. Alsjeblieft, Jay. Please. Als je dingen irritant vindt, jongens, moet je ze altijd veel erger terug doen, hè? Dan leren mensen pas hoe irritant iets is. Wist je dat? Menno! Dit is gewoon Mas Menno! Wajo! Mas Menno doet gewoon mee. En Shubo de Woes. Ah, wat een dag, jongens. What a day to be alive. Shubo de Woes heeft gewoon Helldivers 2 en doet mee met Fortnite. Ja, dan heb je het leven wel uitgespeeld, hoor, als streamer. Als iemand gewoon spelen met jou verkiest boven Helldivers 2. Boah, die Menno, hè. Die Menno verleert het ook niet, hè. Wat is de man goed, hè. Boah, pak ze, Menno. Pak ze. Oh, Menno wordt in zijn backpack geschoten. Er kruipt iemand de bosjes in. Naast Cora. Cora gaat de bosjes weer uit. Die denkt, ja... Oh, Coole Panda. Coole Panda is natuurlijk... Buddy. Jouw live vind ik echt superleuk. Ik vind jou ook superleuk, Milan. Ja. You're the best around. Nothing's gonna ever keep you down. Goed, hè, voor een eerste potje. Oprecht, Menno. Oprecht goed voor een eerste potje. Ik hoop zo dat wij straks samenkomen, Menno. Of Shubo de Woes. Lijkt me ook leuk. Dan gaan we iedereen killen, man. Want als je bij mij samen zit... Oh, hier hebben we Hugootje. Hé, hey, die is er ook weer bij. Hugootje! Tijdje geleden, jongen. Oh, wat een glitterpakje heb je aan, man. Shiny. Shiny glitterpakje. Ik kan een paar mensen bedenken die beter niet respawnen. Ga ze gewoon spawn killen. Ja, echt. Mag ik helpen, Wesley? Zullen we de grond even goed aanstampen, dat we zeker weten dat het klaar is? Dat liedje wil ik nog een keer horen. Ja, moet je subben, Abby. Dat blijven we niet de hele tijd doen, hè. Kom nou. Dan verkopen we geen abonnementen meer, Abigail. Is Nookie dood? Nou, er zitten hier twee op het dak. Hugootje en YOLO, man. We gaan wel even in de gaten houden, want deze twee waren al samen. Want anders kun je nooit samen een duo zijn. Dus dit gaan we even in de gaten houden, jongens. Als dit het volgende potje weer samen is, dan weten jullie wat jullie moeten doen, hè. Want dan ben je aan het cheaten. Cheaten volgens de Kahoni-regels. Je mag niet samen met iemand in de lobby zitten. Nee, dat mag niet. Je moet team veel doen en je moet alleen in een potje. Dus Hugootje en YOLO, man. Die moeten we even in de gaten houden, jongens. Zelfde pakje, zelfde duo. Ik vind het opvallend. Wat voor dagen ben je live? Moet je mijn schema even checken, Fortnite Pro? Heb je TikTok? Moet je TikTok even checken. Altijd op maandag. Ik heb het aan mijn moeder gevraagd, maar mag niet helaas. Nee, moet je ook niet doen, Abigail. Ah, ben je dood, Toedeltje? Wie hebben dat gedaan? Deze? Deze twee? YOLO, man? Zo. Eigenlijk wilde ik met die visserskin spelen. Dan hoop ik dat wij geen duo zijn, Menno. Echt. Misschien moet ik zelf met de visserskin. Hij is wel in de shop, hè. Ik heb hem niet. Eigenlijk moet ik dat doen. Davy van daarnet weet ik wat ik fout heb gedaan. Ja, ik zag het, Milan. Mooi, jongen. Ik zei ook al dat je iets niet goed hebt gedaan, hè? Net als Reza. Als het niet werkt, heb je iets verkeerd gedaan. Is goed, lieve Mandy. Fijne avond en tot later, tjus. Hey, we gaan eens even naar Shubo de Woes. Kijk, Inge. Inge gift gewoon een membership. Niet normaal. Daar komt hij weer, jongens. Oh. Insane. Insane in de membrane. Even kijken, hoor. Ga ik hem zelf even aanzetten. Inge, jij bent de beste. Inge, you're the best. Even allemaal hartjes in de chat, jongens, voor Inge. Oh, het Songfestival is zo'n gemiste kans voor mij. Ik had er gewoon bij moeten zijn.
En we gaan maar door. La 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 la. Oh, Sjoe Bodewoes is dood. Jeetje, ja, nu is het wel klaar, hè? Nu is het wel klaar. Ja, nu houdt het niet meer op, hè? Nu houdt het niet meer op. Jeetje, waarom stopt het niet? Dat weet ik niet. Ja, mooie zangkunsten. Abigail, jij wilde dit, hè? Dit heb je aan Inge te danken, Abigail. Even kijken. Grim leeft nog wel. Koele panda ook nog in de house. Oeh, ja, we zijn ook dik in gevecht. Dinootje. Oeh, Dinootje is dood. Ja, dan is het Grim en Koele Panda. Tegen Hugootje en YOLO. En vorige keer hebben zij ook geteamd, hoor ik net in de chat. Als ze het volgende potje weer teamen, dan gaan we ze reporten. Want dat mag niet, hè. Of ze moeten niet meedoen. Als je luistert, Hugo, doe niet meer mee met hetzelfde duo, want dat mag niet. Anders gaan we je reporten. Zo werkt het hier niet, jongen. Doen we zo duo's met vrienden of weer Phil? Altijd met Phil, Robin. Je mag nooit teamen met iemand. En dat doen zij wel. Dus dat is niet eerlijk. Ja, succes met douchen, boy. De dino skin. Ja, daarom heet hij ook Dino Boy. Draagt hij altijd zijn dino skin. Ja, dat is weer dezelfde Hugo, Mason. Het is altijd gedoe als hij er is, hè. Altijd, jongen. Er zijn gewoon mensen die nooit, zeg maar, volgens de regels kunnen spelen. Altijd moeten ze winnen. Want dat is het belangrijkste, ja, voor de game voor hun of zo. Daar herken je jonge kinderen aan. Ja, dat is weer diezelfde Hugo, ja. Ik denk dat Hugo gewoon een keer lekker zelf moet gaan streamen. Want hij is zo goed, toch? Ga lekker zelf YouTube opstarten dan. Doe je ding daar. Wil je niet in gebiedende wijs praten, Fortnite Pro? Speel een nieuw potje. Je weet wat gebiedende wijs is. Jij speelt voor de lol. Ja, wij allemaal, Anna. Maar sommige kinderen kunnen dat niet. Die moeten alleen maar winnen. Vorige keer werd Hugo ook geraakt. Ja, toen werd hij shaggy. Of toen ging hij dood. Ja, toen was van alles aan de hand. Dat is altijd. Ja, ze zijn nu met z'n tweeën tegen één. Alleen Grim leeft nog. Zij met z'n tweeën tegen Grim. Terwijl zij teamen. Ja, woef inderdaad, Cindy. Ja, go Erik, echt. Zou het zo tof vinden als Erik wint? Dat gun ik hem echt. Geef ze karma. Laat ze allemaal karma sturen, jongens. Karma. Karma naar Grim. Positieve karma. Ik hoop het echt. Ik hoop het. Omdat hij niet tegen zijn verlies kan, ja. Dat is natuurlijk bij veel Fortnite kids zo, hè. Dat zijn dezelfde kids die in de chat altijd roepen... Je bent noob, je bent slecht. Ja. Ja. Ja, heel goed, chat. Heel goed. Oh, dat was een lekkere shot. Oh, lekker, Erik. Lekker. Go, Grim. Go, Grim. Kan je voordat de game begint ook zien wie er bij elkaar in een team zitten? Nee, dat kan je niet zien, Stroebe. Nee. Je ziet alleen dat ik alleen in de lobby zit. Maar je ziet het pas als je in de game zit tegen wie je komt. Maar 100% dat zij van tevoren bij elkaar in de lobby zaten. Ze hebben allebei dezelfde skin aan. Kan niet anders. Ja, ik geloof ook in Erik. Ik zou het leuk vinden. Nee, je kan me niet toevoegen, Fortnite Pro. We spelen customs, dus dat hoeft ook niet. Oké, GG. Goed gedaan, man. In Grim we trust. In Grim we trust. Eens even kijken, jongens. Wat gaan we kiezen voor Skinny? Eclipse. Ja, laten we die kiezen.
Oké, jongens, voor degenen die mee willen doen, we gaan het weer op dezelfde manier doen. We gaan alleen een andere key gebruiken. Een andere key. Zoals wij wel vaker doen. Iedereen is super blij. Nou, echt onwijs, ja. Nee, de code is nieuw, Robin. De code is YOLO. YOLO is de code. Tot later, panda. Dankjewel voor de potjes. Bye, bye, bye. Ja, wat een losers. Ik hoop ook dat ze nu niet meer meedoen. Ik hoop het echt. En nogmaals, als ze wel zo meteen weer samen zitten, dan gaan we ze gewoon allemaal reporten. We weten ook hoe ze heten, dus... Dan worden ze door 40 mensen gereport. Prima. Prima. Ik hoop niet dat ik YOLO solo ben. Ja, dat hoop ik ook niet, Anna. Maar ja, kan gebeuren. Is ook niet het einde van de wereld, hè, Anna. Is ook niet erg om dood te gaan. Hoe is het? Met mij is het goed, Ivar. Hoe is het met jou, jongen? Ik wilde morgen de hele dag Once Human spelen, maar er is nu één dag delay. Ik kan het pas maandag spelen. Maar donderdag zou het komen. Het is één dag delay, dan is het vrijdag. Oh, omdat jij niet kunt, Dion, bedoel je? Ah, ik snap het. Jij moet natuurlijk naar school en zo, ja. Ja, ik heb hetzelfde als wat Grim en zo hebben. Ja, dan ga ik het nu weer spelen. En straks ga ik het weer spelen. Er komen waarschijnlijk nog 4 beta's. Ja, dan ben ik wel klaar met de game. Dat was bij Diablo ook zo. Diablo hebben sommige mensen ook al zoveel gespeeld in de beta. En dan komt de game uit en dan ben je er klaar mee. Dus ik ga het denk ik niet spelen. Nee. Andere dagen kan ik niet. Nee, snap ik, snap ik. Ja. Maar het is wel langer dan alleen maar maandag toch? Tot maandag. Lekker Milan. Lekker bezig, jongen. Je bent blij met de Miss Bunny Penny. Ja, ik vind het zo leuk, Ivar. Leuk voor je, jongen, dat je hem hebt. Echt leuk. Ik vind het spel zo tof dat ik het wel weer wil spelen. Ja, snap ik, Dion. En dat moet je ook zeker doen, toch, jongen? Als je het leuk vindt. Wat bedoel je met YOLO? You only live once. Het is een afkorting, Reza. YOLO. Oké, ik wacht nog eventjes op de 24ste. En dan kunnen we gaan. You only live once. Je doet het met je Nintendo. Dat is geen probleem, Milan. Je kan met alles meedoen, jongen. Al doe je mee op je mobiel. Ik vind het helemaal prima. Als ik nu weer alleen ben, hè? Boah, er staat echt duo Phil. Zie je achter mij. Zal wel lullig zijn als ik weer alleen ben. Ja, 24. Hoppa. Starten. 12 duo's, jongens. 12 duo's. Oh, lekker chess. Je bent er weer. Je was net weg, Dex. En 1 minuut later ben je er weer. Dat is wel een beetje een... Wie deed dat nou net ook de hele tijd? Brandon? Bradley? Ik ben er weer. Ik moet zo gaan. Ik ben er weer. Ken je me nog? Wil je mijn naam zeggen? Waar gaan we heen? Ben ik nu weer alleen? Volgens mij ben ik weer alleen. Waarom ben ik altijd alleen, jongens? Mijn leven is eenzaam. Jij bent met Dinootje. Ja, ik ben weer alleen. Ik ben weer binnen 5 minuutjes dood. Dat is mijn leven. Beta duurt 42 dagen. Oh joh, Dion, jongen. En dan mis je de eerste 2. Oeh. Is toch niet erg, jongetje. Oh, ik hoop zo dat jij de game niet zat bent als hij uitkomt, Dion. Dat je alles al exact weet. En dat je al weet, oh, voor de 8e keer ga ik dit weer bouwen. Ik vind het juist leuk ook om dingen te ontdekken. Dat je gewoon niet al weet wat je allemaal moet doen en zo. Dat vind ik nu met Dragon's Dogma ook zo vet. Elke avond gewoon YouTube kijken in bed. Weer nieuwe dingen leren. Dan zelf proberen de volgende dag. Ja, vind ik leuk. Je had je erop voorbereid. Ah, ik snap het. Dan is het toch een soort van teleurstelling. Ja. Nee, weet ik, Abby. Ik had wel veel. Ik had toch veel aangezet. Maar blijkbaar niet dus. Ik ga het hierna checken. Ik weet het, Abby. Ik weet het. Ik ben alleen, Abigail. Ik zie het, Abigail. Ik zie het, Anna. Ik zie het. Raf is pro, wil even aandacht. Wil je aandacht, Raf? Ik snap het, jongetje. Het is natuurlijk ook gewoon jouw woensdag, hè? Hey. Je wil eventjes stoer komen doen hier in de chat. Dikke vette billen. Toch eens met CH, Raf.
Zo pro ben je nog niet, jongetje. Misschien moet je nog even leren spellen. Maar ik vind het wel goed. Dikke heb je wel goed geschreven. Ja, en billen ook. Goed, man. Hé, hey, fijne avond, hè, jongetje. Oh. Eens even kijken. Waar gaan we hem eens eventjes voor aangeven? Daarvoor ga ik je reporten. En daarvoor. Doei, Raf. Fijne avond, jongetje. Ja, die Nike Glider is heel vet. Ik vind deze pickaxe ook heel vet van Nike. En die backbling natuurlijk ook. Al moet ik zeggen, mijn lievelingsskin is toch wel die andere Nike skin. Ik vind deze leuk. En wat ik ook leuk vind aan die pickaxe is dat hij zeg maar figuurtjes maakt. Kijk, allemaal figuurtjes. Vind ik wel echt leuk. Ik denk dat Raf is pro. Dat de duo van Hugo was net. Hugo had net toch YOLO als duo. Nou, die komt nu even verhaal halen natuurlijk. Ik was stoer. Hé, hey, ik heb gewoon een wapen, jongens. En ik leef gewoon nog na 1 minuut. Zo, en ik heb ook nog de airbender. You can heal in the water as long as you have a waterbending in your inventory. Nou, dat vind ik wel fijn. Dat is wel nice. You're the best around. Ja, die maxed out max, die vind ik echt vet. Ja. Jij bent ook alleen SV. Ah, sterkte jongen, ik ook. We waren binnen 2 seconden dood. Oh, door wie? Zit dat duo er nog in? Hugootje met zijn mattie? Of niet? Oh, ja, daar ga ik. Nou, was gezellig, jongens. Bam. Weer dood. Buiten Boys Ultra. Hoe zal ik mezelf eens noemen? Buiten Boys Ultra. En deze guy heet Goofy Jas Ruker. Die wilde Rukker typen, maar die wist niet dat het met 2 K's was. Jeetje, jongens. Goofy ass Ruker. Deze mensen, jongens. Wat voor mensen joinen hier? Echt, serieus. Ja, dat kan niet meer, Ivar, want ik ben al dood. Door hun zijn we ook dood. Ja, ja, ik geloof het wel. Dit zijn natuurlijk weer toppetjes. Ja, je mag ze van mij allemaal reporten, jongens. Je mag ze allemaal reporten van mij. Buiten Boys Ultra! En Goofy Ass Roeker. Jij zit bij Toedeltje Milan. Leuk. Dat vind ik leuk, jongen. Ik hoop dat jullie heel lang leven. Ik wilde eigenlijk met mijn alt joinen, maar die naam is een beetje 18+. Ja, doe maar niet, Wesley. Doe maar niet. Ik vind dit al erg genoeg, Wesley. Jeetje, zeg. Oh, vraag me dan echt af hoe oud je bent als je zoiets aanmaakt. Maar goed. Cindy en Anna zijn gezellig bij elkaar. Nou ja, kom ik alleen maar weer bij deze Buiten Boys Ultra uit. Ah, Mason, kijk. Je hebt ook nog normale namen. Mason en SV. Hey. De eerste keer volgens mij dat ik jou in de game zie, SV. Leuk dat je meedoet, man. Superleuk. Ik vraag me af hoe oud ze zijn, ja. Ik denk oprecht 9 of 10 of zo. Kan toch niet anders. Nou ja, Roeker. Misschien is dat wel iemand die nog stoer wil zijn terwijl die wat ouder is, maar niet kan spellen. En dat is dan ook gewoon je epic, hè? Die epic moet je gewoon delen als je ergens mee wil doen. Als je met je vrienden wil spelen en iemand vraagt, ja, wat is je epic? Nou, Goofy as Roeker. Ja. Kan ik zo meedoen? Iedereen kan meedoen, Fortnite Pro. Iedereen doet mee. Jij bent dood door Hugootje. Oh, zit Hugootje er ook weer in? Met wie is hij samen, Cheeto?
Is hij weer samen met die guy? Want dan gaan we hem echt reporten. Mag heel de chat hem reporten. Jij bent 11, Cynthia. Dat is prima. Dat is helemaal mooi. We spelen customs Fortnite, dus iedereen kan meedoen. Zelfs... buitenboord ultra. Jij bent 12, panda. Ja, ik ook. Plus 45, plus 35. Ik vind het zo raar dat iedereen dood lijkt bij mij, die SV Luke. Geen heldbalk, geen potion. Ja, jij wel, Wesley. Toedeltje! Hey, Toedeltje samen met Milan. Ook leuk. Gezellig. Hoe moet je meedoen? Door customs te doen, Stroebe. Laat je de kids nu rekenen. Nee, dat is te moeilijk, Stroebe. Dat is te moeilijk. Dan hebben we de Butcher. Oeh, die is samen met Grim. Oeh, dit is wel een lekker teampje, hoor. We gaan eens even kijken met wie Hugootje samen is. Zal me niet verbazen als het een nieuw iemand is. Ivar is met Dinootje. Kijk, dit zijn allemaal eerlijke teams. Gewoon allemaal normaal samengesteld. Ik vind het ook echt leuk dat Dinootje ook echt een dino-pak aan heeft. Toedeltje samen met Milan. Oeh, lekker team ook wel. Oeh, er komt hier wel iemand aanvliegen. En weer met dezelfde. Ja, ik zou hem echt reporten, jongens. Met een beetje geluk wordt hij dan geband. De Butcher, samen met Paulien. Oeh, Paulien is neer volgens mij. Zo lijkt het. Hoi, Prins. Goedenavond. Oei, jammer, jammer, jammer. Ja, Yoloman is weer samen met Hugootje. Nou, dan kunnen we ze wel even gaan reporten, hè, jongens. We kunnen de naam ook gewoon onthouden, hè. Hugootje, hoofdletters YouTube. Griekse I, grote T, hoofdletter T. En Yoloman XXL. Prima. Nee, is ook niet eerlijk, Milan. Weet ik, jongen. Maar dat hebben we net al gezegd. Dit zijn gewoon twee sneuwe jonge gastjes die heel lekker gaan op mensen killen. En die vinden zichzelf heel stoer. Dat is gewoon een beetje de jeugd van tegenwoordig, hè? Beetje een spelletje verpesten voor anderen. En dat vinden ze dan cool of zo. Tja. Je hebt al gereport, Grim. Lekker, jongen. Ik zou iedereen aanbevelen om dat te doen. Ja, ze kunnen andere skins aan hebben, Cheeto, maar dat boeit me niet. Ze zijn gewoon aan het teamen, overduidelijk. Overduidelijk. Ik ga ze lekker de hele tijd in beeld laten zien. Kunnen we allemaal zien waar ze zitten. Kunnen jullie de namen goed lezen? Report gedaan, lekker Paulien. Gewoon cheaten, vals spelen. Je had nog hartje proberen te gooien. Ah, arme Ivar. Moet je een skin hebben? Nee hoor, Prins. Nee hoor. Ti
YOLO man die heeft nog 1 HP, geloof ik. Het wordt weer tijd dat de dienstplicht terugkomt. Nou, echt, hè. Voor dit soort kinderen stroeven, echt. Ja, gewoon een keer opgevoed worden. Heropgevoed worden. Ik denk ook oprecht dat sommige ouders geen idee hebben wat hun kinderen aan het doen zijn. Als je gewoon op deze leeftijd dan niet aan regels kunt houden, wat gaat er dan van je terechtkomen later? Oprecht. Nog helemaal niks, jongens. Je hebt hem ook gereport. Lekker. Ja, dat zijn meestal sleutelkinderen, Stroeben. Ja, oprecht. Holy moly, Inge, joh. Inge geeft gewoon 5 gift subs. Holy moly. Anouk krijgt een gift sub. Ivar. Koele Panda. Bentley. En Milan. OMG. Jeetje. Jeetje, paardenscheetje. OMG. Ja, je ziet het ook hierboven in beeld. Maar ik denk dat er misschien ook nog wel een geluidje bij gaat komen. Inge, niet normaal. Mag ik wat hartjes in de chat, jongens? Als jullie hartjes kunnen sturen, stuur alle hartjes die je hebt. Alleen maar liefde voor Inge. Ja, Abigail gaat heel goed op het liedje. Echt super lief, Inge. Dankjewel, dankjewel. You're the best. Ja, als u vanzelf niet komt, ga ik ze doen. Ja, daar komen ze. Inge, we love you. You're the best, Inge. Nog 4 te gaan. Abigail, luister goed. Zo lief. Ik wou stiekem gewoon dat liedje horen. Ah, zo lief, Inge. Al die hartjes zijn voor jou, Inge. Alle hartjes in de chat. Alle hartjes in de chat. Echt super, super lief. Dankjewel, lieve Inge. Dankjewel, dankjewel. Cindy heeft ook gereport. Lekker. Jan Willem heeft gereport. Lekker, jongens. Ik hoop dat het helpt. En als het niet helpt, dan gaan we door. Ja. Nou, ze zitten nu met z'n tweeën in een wc. Dat is ook wel echt een goeie. In een wc bij Reckless. Het blijft maar komen. Ja, 5 keer. Het waren gewoon 5 gift subs. Altijd fijn, een beetje extra liefde, ja. Liefde kan je nooit genoeg van hebben, Inge. Lief zijn is belangrijk in het leven. En lief zijn en aardig zijn. Lukt helaas niet bij iedereen. Probeer elkaar een verhaal te vertellen, geloof ik, met emotes. Wat heb ik gemist? Helemaal niks, Reza. Helemaal niks. Didi. Hij zit nu wel in je hoofd, Inge. Het is weer eens wat anders dan 1, 2, 3, 4. Boom, boom, boom. Nu hebben we You're the best around. Zo heb je altijd weer een ander liedje in je hoofd. Ja, kan gewoon. Ik weet wel, volgens mij als mensen een soort partner zijn van Epic Games, dat ze sneller gaan controleren wie rapporteert. Ja, ik ben Epic partner, Jan Willem. Dus ik mag hopen dat ze dat gaan bekijken. Ja. En jij bent ook Epic partner, dus dat komt helemaal goed, jongen. Je zit in mijn hoofd, maar vind ik niet erg, nee. Abigail wil het nog een keer horen. Abigail, we hebben het net 5 keer geluisterd, Abigail. Jij bent ook wel een beetje rupsje nooit genoeg, hè?
Het is nooit genoeg. Kan drie hazelnoten. Nee, op YouTube mag het niet. Je mag hier geen muziek afspelen. Dit liedje heb ik echt speciaal moeten kiezen als subsound. Wow, er is hier opeens een mug. Want die andere, daardoor werd mijn stream elke keer niet gemonetized toen ik dat vorige subgeluidje had. En bij deze mag mijn stream wel gewoon gemonetized blijven. Dus dit geluidje mag ik gebruiken, maar ik mag geen muziek laten horen. Nee. Ik heb ooit iemand aangegeven en die was meteen verbannen. Ik hoop dat dat na vanavond ook gaat gebeuren met deze twee dudes. Dat dit hun laatste potjes zijn. Nee joh, Inge. Gekkerd. Jeetje, deze vrouw. Ja, jij vraagt erom hè, Abigail. Nou krijg je het. Jeetje, mineetje. Hé, hey, YOLO is neer. Holy moly, Inge. Weer 5 gift subs. Unbelievable. Unbelievable. We gaan zo weer 5 keer het liedje krijgen, hè, Abigail. Ja. Ben je er klaar voor, Abigail? Hoezo zit ik er niet bij? Daarom vraag je het, hè, Abigail. Jeetje, je kan ook zeggen leuk voor alle andere mensen. Echt hoor, Abigail. Holy moly. Oh. Het is random, Abigail. Het gaat gewoon random op mensen. Altijd als je gewoon gifted doet, wordt er gegeven aan iemand. Ik vind het wel leuk. Op YouTube zijn het wel altijd mensen die er ook zijn. Of net zijn geweest. Op Twitch is het gewoon compleet random. YouTube kiest wel goed. Ja, nu komt de aap uit de mouw. Nothing's gonna ever keep you down. You're the best, Inge! Gooi de hartjes in de chat. Inge, Inge. Hartjes in de chat. You're the best around. Nothing's gonna ever keep you down. You're the best. Ik ga echt wel hartjes sturen. Nothing's gonna ever keep you down. Al deze hartjes zijn voor jou, Inge. Allemaal. Ik ga ze allemaal sturen. Alle subjes kunnen dit niet doen, hè? Hoppa. Stuur de hartjes in de chat. Ja, lekker. Jij bent de beste, Inge. Jij bent de beste. Ik vind die ook wel leuk van Dex. Ik weet niet wat voor emote het is, maar... Amy! Goedenavond, Amy! Dankjewel, lieve, lieve, lieve Inge. Ja, LFD is ook liefde, Mason. LFD. Team LFD. Er zijn nog 2 teams over. We hebben... Oh, 3 teams zelfs. Dat betekent dat er 2 solo's zijn en deze duo's. We hebben nog Brokkelig Noot. Ken ik ook niet. Is Brokkelig Noot aanwezig? Ja, ik doe customs, maar... Ik denk hierna dat we lekker YOLO solo gaan. En Milan zit er nog in. Wat leuk, Milan. Doedeltje helaas niet. Maar Milan wel. SV leeft ook nog. Die heeft het potje alleen gespeeld. Oeh, lekker, Chito. Lekker, lekker. The GOAT. Ja, precies, boy. The GOAT. Inge is the GOAT. Wat vind je van het waterbenden? Ja, wel cool, Nederlands TV, maar... Ik moet zeggen, ik gebruik die mythics niet heel vaak. Ik vind de mythics van vorig seizoen, die staf en die jewel blades van die schildpadden, die Donatello en zo, de turtles, die vond ik vetter. Ik ben meer van de mythics van de hamer van een paar seizoenen geleden. Het zwaard vond ik heel vet. Ik vind dit geen epische mythics. Maar goed, dat is mijn mening. Nog 1 custom alsjeblieft. Ja, gaan we doen, Prins. Gaan we doen. Heb ik net ook gedaan. Ik was eerste met 21 kills. Insane, Esme. You're the best around. Precies, Abby. You are the best around. Nou, daar zitten ze hoor. In het autootje. In het autootje. Oh!
Ze hebben gewonnen, wat verrassend, hé. Hé, wat goed, Hugootje. Oh, jullie zijn echt de allerbeste spelers ooit, man. En Jolo ook. Echt niet normaal. Ik zou e-sports gaan doen als ik jullie was. Ja, ik zou zelf gaan streamen als ik jullie was. Oh nee, dat doen jullie niet. Zullen we nog een potje solo gaan? Ja, droeftoeters. Dat is echt het juiste woord, ja. Droeftoeters. Sneuwe mensen. Hoe oud ben je dan, Zas? Ja, echt. Nee, ze kunnen ook niks zeggen in de chat, Toedeltje. Want het moment dat ze hier wat gaan zeggen, worden ze gelijk geband. Allemaal applaus voor Hugo en Faalman. Ja. Ik hoop dat iedereen zijn gereport heeft, jongens. We gaan nog een potje doen, maar we gaan nu solo doen. En dan kunnen we eens kijken hoe ze solo zijn. Ja, dus we kiezen voor hetzelfde. Dus weer zero build. Alleen dan solo. Hoef je ook veel niet aan te zetten. En we doen natuurlijk een nieuwe code. En dat betekent ook dat ze stream kijken. Want als je stream niet kijkt, weet je ook niet wat de code is. Deze code is speciaal voor Hugo en Joloman. De code is sneu. Sneu. Ah, jij bent brokkelig, Noot. Ah, ik had zo gehoopt dat jij zou winnen, SV. Maar helaas. Is goed, Panda. Tot later. Tot de volgende keer. Weet je of de andere krachten van Avatar er ook in komen? Nee, weet ik niet, Nederlands TV. Nee. Geen idee. Ze hebben ook gezegd dat de skin van Kratos er weer in komt, maar... Ik weet ook niet wanneer dat gaat gebeuren. Keine Ahnung. Ik ga wel even een ander skinnetje aantrekken. Ga eens even een kleine skin aandoen. Die je bijna niet ziet. En jij zit erin, Esmee. Gezellig. Gezellig. We hoeven nu ook niet per se te wachten op een even aantal. We kunnen gaan wanneer we willen. Ik denk dat ze later heel succesvol gaan worden. Ja, denk ik ook, Mason. Ja. Iedereen kan meedoen, boy. Iedereen kan meedoen. Dit is mijn laatste potje, Esmee. Mijn laatste potje is dit. Maar morgen zijn we er overdag weer. Morgen zijn we er rond een uurtje of 12. Misschien gaan we dan wel even normale potjes doen. Ik vind customs leuk, maar... kinderen als Hugo maken het minder leuk. Kinderen als Hugo. Kinderen als Jolo. En wat als ze gaan teamen? Ja, dan schieten we ze door hun kop, Misty. Ja, wat wil je dat ik zeg, lieve Misty? Als het zou kunnen, zou ik ze allebei lekker laten opbokken uit mijn game. Maar daar kan ik niks aan doen, hè? Sneuwe mensen doen sneuwe dingen. Kinderen maken het meeste minder leuk. Ja, echt, Menno, ja. Morgen heb je stage, helaas. Ja, sorry, Esmee. Sorry. Ik kan er niks aan doen. Das Leben ist ganz hart. Ah, gelukkig houden we ons groot. Hey, Sjoerd. Hallootjes. WhatsApp heeft storing. Wat, Dion? Hebben jouw klasgenoten geen Snapchat? Of Discord? Daar kan je ook mee contacten, toch? Ja, Discord heeft bijna iedereen toch wel? Tegenwoordig, denk ik. Iedereen kan meedoen, Nederlands TV. We spelen customs. Ba-da-ba-ba. Ik wacht nog 1 minuutje en dan ga ik beginnen. Ik heb zelf geen Snapchat. Discord, ik heb geen gamers in de klas. Ah, maar Discord is toch niet alleen voor gamers? Het is ook gewoon voor mensen die online zijn, toch? Moet je ze maar leren wat Discord is, Dion? Moet je ze even een WhatsAppje sturen? Dat je in de Discord wacht. Ah, daar hebben we Hugootje. Hé, Hugootje, ik vond het zo gezellig, jongen, dat ik je gelijk hier weg ga doen. En dat we je ook allemaal gereport hebben. Dus ik wens je nog heel veel plezier bij andere streamers. Maar hier ben je niet meer welkom, jongen. Nee. Niet gezellig. Di 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 di.
Ja, toedeledokie. En neem je Mattie ook maar mee, Hugo. Bye die bye, Hugo. Iedereen ook echt. Dag, Hugo. Ja, echt, jongens. Sneu je gast. Ja, sneu mens. Oké, ik wacht nog heel eventjes op... wie was het nou? Nederlandse TV? De code is sneu. S-N-E-U. Sneu. En we zitten in zero build. Yes. Ja, ik ga het toch niet helemaal uitleggen, Milan. Maakt ook niet uit, jongen. Ja, dat heb ik net al laten zien, Nederlandse TV. We gaan nu beginnen, jongen. Het is het laatste potje van de avond. Anders kunnen we nog een uur gaan wachten. Heb je alle skins van Guardians of the Galaxy? Jazeker. Jazeker. Ja, tenzij er nog meer Guardians zijn van de Galaxy. Maar die bundel, die hebben we, ja. Ja. Daar gaan we, jongens. YOLO solo. Let's go. YOLO solo. Boom, boom, boom. You're the best. We moeten een remix maken. Vinden jullie niet? Een remix van die nummers. Dat is het enige lichtpuntje in Hugo's leven. Laat die jongen. Ja, die jongen heeft nu wel een fijne avond. Vind ik wel leuk. Wel fijn dat hij ook een leuke avond heeft nu. Hallo, jongens. Hallo. Ik zie ook weer Dinootje in de lobby met zijn skinnetje, ja. Ja, iedereen die kijkt en nog niet geliked heeft. Goeie, Anna. Gooi even een like op de stream, ja. Dat helpt zeker, Anna. Goeie call van jou, joh. Potverdorie. Ja, dit is het laatste potje, Robin. Ik was er al om 6 uur, hè. Wow, we hebben er een follower bij. Paula. Paula, dankjewel voor de follow. En goeie avond, Paula. Leuk dat je erbij bent. Een like op de stream. Nou, niet zo'n like, Grim. Wesley. Nee. Dan wordt het een mortuarium. Je bent tweede en gesmoord. Vermoord, denk ik, of niet? Dat is minder. Hebben wij een wapentje? I-ha-ho. La 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 la. Nee, geen wapen. Oh, dat is altijd zo hatend. Land je ergens, is er geen wapen. Wedden dat er nu iemand bij mij landt? Echt, jongen, Davy, jouw leven. Jouw leven is wel echt rot, hè? Ook op het dak geen wapen. Mijn goede. Hoe kan je het zo slecht getroffen hebben, Davy? Beter is daar een loot drop. Met een episch wapen erin. Ja, maar die loot drop die duurt nog 48 uur. Dan ben je al door je hoofd geschoten, Groot. Dan heb je een Groot gat in je hoofd. Nou, misschien als ik hier ga staan, zien ze me niet. Ik ben onzichtbaar. Niemand ziet mij. Groot heeft maar één missie. Ik ben onzichtbaar. Er komt iemand naar je toe! Je bent niet onzichtbaar! Pak de auto, Davy. Pak de auto. Dat is je enige redmiddel. Er komt gewoon letterlijk iemand op je afgerend, hè? Die gaat nu schieten, Davy. 3, 2, 1. Oeh, je hebt het gered. Ja, ik heb het wel gered. Ik ben wel weg in mijn Lambo. Ja, nu wordt er geschoten. Ja. Oh, het is dat ik hem aan zag komen zwemmen, hè? Potverdorie. Groot laat een scheet? Nou ja, zeg, Wesley. Gedraag je eens even, jongen. Wat hebben wij hier allemaal?
Ja, la 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 la. Een drumgun. Nou, vind ik dus helemaal niet fijn, hè. Kan er wel lekker mee springen met die flowerberries. Oeh, kistje. Zou je na dit potje kunnen tonen hoe je een code inzet? Ja, maar dat kan je ook gewoon op YouTube vinden. Daar zijn gewoon video's van. Kan je gewoon op googlen. How to make a custom lobby. How to make a custom lobby. Dit is het. Yes, yes. Zo dan. Godverdurie. Zo, de butcher. Ik heb gewoon de butcher geboetst. Uitgeboetcherd. Sorry, butcher, maar... schoot op mij. Ik moest terugschieten. Sorry, man. Pa. Ja, je kan ook live terugspoelen en kijken. Ja, kan inderdaad ook. Goeie optie van jou. Ja, ik hoor dus iemand. En ik kan dus op stream zien waar ik zit. Ja. Ja. Maar ik weet ook waar jij zit, hoor. Ja. Ik heb jou op het oog, vriendje. Eens even kijken wat ik ga doen. Oeh, uitverkocht. Dat vind ik jammer. Hou helemaal niet van de drumgun, maar ja, epic kan je niet laten liggen, hè? Moet je wel kiezen, hè? Voor een auto. Of niet? Hoor ik daar een auto? Ik leef trouwens al best wel lang, jongens. Ik leef niet meer voor jou. Voorbij zijn al die jaren. Oeh, dat is ook fijn. Ik had ook gehoord dat de snipers nu moeilijker zijn om te krijgen. Ja. Ja, klopt inderdaad. Ze zijn veel moeilijker te krijgen. Dat idee heb ik ook, ja. No joke. Rustig, kippie. Rustig, jongetje. Oh! Die doet zoiets. Iemand skiet op mij. Even rustig kijken. Komt naar mij toe nu, hè, natuurlijk. Het komt naar mij toe. Allebei dood. Weer diezelfde. Weer Zak Marani. Allebei dood. Jeetje, jongen. Ah, zo jammer. Je had het ook niet kunnen doen, maar ja. Je doet het toch, hè? Tja, tja, tja. Ja, je bent geabonneerd, Debbie. Er zijn net flink wat giftsuppies uitgedeeld. Dus ik denk dat je die te danken hebt aan Inge. Denk ik wel. Potverdorie, zegt Jana. Potverdorie. Ai. Je wordt gevolgd. Ja, ik werd gevolgd. Ja, welkom in mijn leven. YOLO-man zit er nog steeds in, jongens. Als je hem nog niet gereport hebt, doe het nog. YOLO-man XXL. Ik vind het een hartstikke mooie naam, Milan. Ik vind het beter dan YOLO-man XXL.
Hey, Mason! Oh, die heeft gewoon de Korra skin al helemaal. Korra is gewoon al helemaal in lock, joh. Die zat al een tijdje achter je, ja. Ze zitten me achterna. Ze zitten me achterna. Oeh, dit vind ik ook wel een toffe backbling die Grim heeft. Alle elementen. Water, aarde, lucht, vuur. En hier hebben we SV, brokkelig nood. Hey SV. Ja, wat een verrassing hè, van het abonnement. Ja, je moet Inge bedanken. Ja, Inge bedankt. Je bent zelf gezellig, Reza. Lego fan cool is er ook nog. YOLO man zit bij Snooty Steps, kijk. Roxietje is er ook gezellig bij. Roxietje kan de Poseidon NPC nadoen. Ik zou de avatar inspreken. Ja, ik zou het echt wel kunnen doen, hè, Ivar. Water, aarde, lucht, vuur. Hier hebben we High Flame. High Flame. Oeh. High Flame wordt gehit. Door wie wordt hij gehit? Ik zie daar iemand in de bomen. Onder de bomen. Ja. Hé, dat is volgens mij Zakaria die mij gekild heeft. Pak hem, High Flame. Daar lijkt de skin in ieder geval op. Ah, hij is weg. Doei Robin. Tot de volgende keer. Bye bye bye. Oeh. High Flame. Wordt gehit. Jij bedankt Anna. Ik wens jou ook een hele fijne avond. Gezellig dat je erbij was. En tot later. Tjus. Bye bye. Oh, daar gaat ze. Oeh, Grim. Dat was onze Grim. Grim boy. Hier hebben we SV. Brokkelig nood. Lego fan cool. Ik zie ons YOLO XXL nergens meer. Tot morgen, Anouk. Bye bye. Welke smaak heb je op je air-up? Deze heb ik denk ik al een half jaar. Maar nog steeds peach. Ik moet hem echt een keer gaan vervangen. Ja. Maar ik gebruik de pot eigenlijk niet. Dus ik doe niet echt ruiken en met geur en zo. Ik doe hem gewoon helemaal induwen. Oké. Okay. Paulien is geshotgunned. Lullig. Sorry, Paulien. Ja, 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 ja. Spelen ze het slim? YOLO en Hugo? Ja, wat dan, Nathalie? Ze denken dat ze slim zijn, Toedeltje. Dat moet je natuurlijk nooit zeggen, want dan voelen ze zich helemaal stoer. Oh, hoor je dat? We spelen het slim. Wij zijn echt de slimste van de wereld. Nee, zij niet slim, Abby. Dat gaan wij nu bewijzen. Ik kan alleen niet verder met mijn mensen. Ja, jij ziet YOLO. Nou, ik probeer daar te komen, maar... Je hebt al 3 lama's gevonden. Jeetje, man. Jouw leven, Mason. Wat een geluk, joh. Moet jij wel vet veel ammo hebben. Er zijn nog 9 mensen. Ja, hier is YOLO, man. Ja. We hebben hem weer in het voorzien, hoor. Onze Gap. Onze YOLO man Gap. Gekild door Wesley. Ah, jammer Cindy. Jammer, jammer. Hugo is al geband op YouTube, Jana. Maar mensen kunnen natuurlijk gewoon de game joinen met de code. Dus hij zit wel stream te kijken.
Dat is het toppunt van sneuheid, hè? Je wordt geband bij een livestream, maar je gaat toch nog meedoen. Iedereen heeft je gereport, maar je gaat toch nog meedoen. Ja, dan ben je wel intelligente jongen, toch? Jij bent gekild door Grimace mee? Nee, toch, joh. Ja, Grim die is wel echt knijtergoed, hoor. Ik hoop dat, dat hij wint. Of Mason. SV. Ja. Jij was High Flame. Oh, ja. Ik heb de kill gezien, Esme. Ik heb de kill gezien. Hey, Niels. Goeie avond, jongen. Aloha. Hoe is het, Niels? Zit Wesley ook in de game? Oh, nice. Nice, nice. Jullie hebben elkaar gekild. Ja, jij killde mij, boy. Jij bent die Zakaria. Maar ja, je zat ook de hele tijd achter me aan, boy. Het is ook leuk om iemand anders te killen, hè? Behalve mij. Ja, is ook leuk. Door hem heb ik 42 crown wins. Ja, dat geloof ik wel, Abigail. Dat geloof ik wel. Cindy had ook superveel crown wins. Ja. Hij was echt voor me, dan links, dan rechts, dan achter. Ja, ja, die is niet bij te houden. Gewoon onzichtbaar, de man. Ik was als een van de eerste dood gegaan. Ah, oh, arme Rianne. Dat is stom. Jij hebt Hugootje. Hey! Iedereen, applaus. Lekker Mason. Dat zal ze leren. Nu alleen nog Yoloman. Nou, die zit hier bij Fencing. Fencing Fields in een schuurtje. Te kampen. Rampenstampen te kampen. Woehoe. Jij was te laat om mee te doen. Ah, jammer Ivar. Jammer, jammer. Brokkelige noot is aan het campen. Ja, er zijn wel meer mensen aan het campen. Deze Yoloman ook. Oh, hij gaat nu gesniped worden. Yoloman. Daar komt iemand aan. En Yoloman gaat eraan. Mason. Lekker, jongen. Toch jammer dat ze solo niet zo goed zijn, hè? Nee. Lekker, Mason. You teach them, senpai. Woep, woep, Mason. Yeah, boys. Ah, die zitten nu thuis helemaal happy te zijn, hoor. Uninstall Fortnite. Jij doet ook nog mee. Lekker, Milan. Ik kan nu weer gewoon wisselen. Oh, Wesley zit er ook nog in. Wesley. Wesley. Iets beter gelukkig. Volgende week bloed prikken voor mijn bult. Hoefde niet, want acuut was er, hoefde niks te doen. Maar liever uitsluiten dan met gedachten in het hoofd. Snap ik. Snap ik. Dankjewel voor de follow, voor de subscription. Dankjewel. En welkom. Goeie avond. Nou, fijn dat het iets beter gaat, Niels. Dat vind ik fijn om te horen, jongen. Ja, autocorrectie. Ja, ik snap het. No problem, jongen. Ja, maar ik vind dat niet zo boeiend, Abigail, de kroonwinst. Ik vind het superleuk om ze te halen, maar ik vind dit seizoen, weet je, er zitten alleen maar bots in. Dus kroonwinst zijn niet meer wat het geweest is. Ik denk dat je oprecht wel 1000 kroonwinst kunt halen. Heb je de potjes net gezien aan het begin van de avond, Abigail? Dat was toch helemaal niks? Alleen maar bots. Dus ja. Ik vind rank tegenwoordig echt leuker en uitdagender, maar het is wel echt pittig. Dus dat, ja, ik weet niet. Dat vind ik leuker om te spelen. Ik speel Fortnite offstream ook bijna nooit meer. Ik weet niet. Te veel bots. Heb jij Erik geklept? Wat? Heb jij Erik gekild, Wesley? Nee. Hoe dan? Hoe dan? Ja, precies, Cindy. Het is superleuk toch om squads te spelen. Al moet ik zeggen, ja. Als je in één potje gewoon alleen maar 30 bots tegenkomt, ja, ik weet niet. Dat was vorig seizoen al zo, maar het lijkt echt ieder seizoen alleen maar erger te worden. Dan heeft het namelijk gewoon geen waarde als je wint, toch? Dan is een win gewoon niet echt een win, want ja. In ranked ben ik ook echt zenuwachtig als ik daarin speel. Moet ik echt moeite doen. Niet zo bot doen? Hoezo doe ik bot, Wesley? Ranked ben ik nu gold, maar dan zero build. Nice. Nice. Oh, je bedoelt als schapje op de bots. Ik snap het. Jeetje. Wesley.
Op het eiland. Jeetje, heb jij Grim gewoon gekild. Man. Ja, Cheeto leeft ook nog. En Brokkelig Noot. Dat is SV in de chat. Je bent er weer, Reza. Ik zie het, Reza. Ik zie het. Hoef je nooit te zeggen, Reza, want je was er al vanavond. Als je 5 minuutjes weggaat, is het niet erg, Reza. Was JJ die auto-shotgun spammen? Ik weet het niet. JJ? Dit is Mason. Jij moet gaan, is goed, boy. Tot later, jongen. Bye bye. Nog 3 personen. Hier hebben we nog Brokkelig Noot. Mason Law. En Milan. Oh ja, Milan was er ook nog. Ik heb nu 2 weken een PlayStation 5. Wat? Meen je, Niels? Fantastisch apparaat. Iemand nog games die ik moet spelen. Ja, hangt er echt vanaf waar je van houdt, Niels. Maar sommigen vinden Spider-Man helemaal de bom. Ik heb Spider-Man misschien 5 uurtjes gespeeld, maar ik vond het niet zo episch. Nou, je kan sowieso Fortnite installeren, Niels. Zo, als je Fortnite lang niet gespeeld hebt en je installeert het op de PlayStation 5... en jij komt waarschijnlijk van de Nintendo Switch. Wajo, grafisch ga je echt achterover geblazen worden. Echt vet. Ja, wat moet je spelen op de PlayStation? Hangt er echt vanaf waar je van houdt. Je hebt natuurlijk superveel toffe RPG's. The Last of Us, dat soort games. Maar ja, moet je van houden. FIFA kan je leuk vinden, ja. GTA 5, ja zeker, Reza, ja. Is wel een klein beetje ouderwets natuurlijk. Die game is echt al 5, 6 jaar oud. Ik zou wachten op de nieuwe GTA. GTA Zas. PS5 moet je Helldiver spelen. Menno, waarom doe je me zoveel pijn, Menno? Waarom? Waarom raak je me zo in mijn hart? Ik ben morgenavond live op Twitch, hè, Menno. En ik moet mezelf echt beheersen om geen Helldivers te gaan spelen morgenavond. Wordt een lange nacht. Oeh, Milan stapt in de auto. Ja. Doe maar zo, Menno. Doe maar zo. Oeh, Mason killed Milan. Dat betekent dat Brokkelige Noot en Mason alleen nog over zijn. Oeh, daar is Brokkelige Noot. En daar is Mason. En Mason pakt hem. Mason wint. Lekker, jongen. GG. Even die bicepjes pumpen. GG, man. Leuk dat je gewonnen hebt. Vind ik echt leuk. Heel nice. GG. GTA 5 is 11 jaar oud zelfs, ja. Nee, ik zou persoonlijk GTA niet op de PS5 spelen. Maar goed, ja, je moet zeker spelen wat je zelf wil. Ja, GG, Mason. Goed gespeeld, jongen. Dat was een lekker potje. Het was wel mijn laatste potje, boys and girls. We zijn er morgen namelijk weer. Morgen overdag. Dus ja, dat is over een paar uurtjes. We gaan alleen even slapen en dan zijn we er weer. Ik had laatst een mod gedownload voor Skyrim. Maar het was 1 april. In plaats van een NPC-overhaul werden alle NPC's mudcrabs. Wat geniaal, Ivar. Is toch grappig. Dat soort 1 april grappen vind ik wel echt leuk. Ja. Ja, jullie bedankt, Milan. Jullie bedankt voor het meespelen. Voor de gezelligheid. Voor de liefde. Voor de support. Ik vond het ook weer gezellig. Ik vind het leuk dat iedereen zo sportief is en zich altijd zo heerlijk aan de regels houdt. Niet iedereen, maar die zijn het nu niet meer. Maar jullie wel, dat waardeer ik echt. Echt leuk, jongens. Fijn dat jullie er allemaal weer bij waren. Ja. Morgen ben je misschien al wel heel ver in Dragon's Dogma, maar ja. Ik ga morgenavond Dragon's Dogma misschien wel uitspelen, Menno. Ja. Ja, en dan moeten we even kijken wat we gaan doen. Ja. Ja, Helldivers 2. Ai, ai, ai. Maar voor hoeveel had jij hem nou gekocht, Menno? Jij hebt hem nog niet gekocht, maar Shubo de Woes. Shubo de Woes. Was het nou voor haar 35, 30 euro? Of 25?
Want voor 25, ja, ga ik wel twijfelen. Wat heb jij ervoor betaald, Sjoe? Jij gaat weer leren. Ja, succes, Mason. Dankjewel dat je erbij was, hè. En nog een hele fijne avond. 30 euro, oké. Okay. Nou, dan moet het geen South Park gaan worden. Ik ga er nog een nachtje over slapen, Sjoe. Maar komt goed. Thanks allemaal, lieve Leute. Ja, ik doe ook mee voor de fun. Ik doe ook mee voor de fun, Milan. En ik vond het leuk vanavond. Ja, ik heb weer gelachen. Ik heb genoten. Dus bedankt daarvoor. Ik zie jullie misschien morgen. En misschien zie ik jullie morgenavond op Twitch. En anders zie ik jullie misschien op TikTok in het weekend. Vast wel een keertje. Tot latertjes allemaal. Bye, bye, bye. Doei, doei. Zwaai, zwaai. Bye, bye.